The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg hier al jin de zond. Als het ergens over moet gaan, zend de listje Not the zij. Ribbers op Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. De coronacrisis eist een bijzonder hoge economische en sociale tol, maar hoe zit het met de psychologische gevolgen? Hoe gaan mensen om met de drastisch veranderende en nog steeds veranderende wereld waarin we nu leven? Onze gast vandaag is klinisch psycholoog met. Specialisaties in psychodiagnostiek, mijn groot woord dat ik niet vaak gebruik, trauma, stress en burn-out, en tevens bezieler van de praktijk Huis van Veerkracht. Sinds 2006 doceert ze medische en gezondheidspsychologie, als ook klinische interventies aan de VUB. Ze is tevens gastdocent aan de Vledig Business School en zeer gewaardeerd gastprofessor in menige opleiding. Bovendien is ze als expert, uh, zetelt ze in de hoge gezond van België. Welkom, professor Dr. Elke van Hoof. Goed, hallo. <laughs> Hoe spreek ik u eigenlijk aan, professor? Professor Dr. Elke? Elke, ja, Elke gewoon Elke, absoluut. <laughs> Allright, alright, cool. Elke. Um, uh, misschien ineens direct van wal steken. Uh, wordt COVID-19 een soort uh, gezamenlijk trauma? Stijging van stress, het niet meer aanraken van elkaar. Hoe gaat de wereld er beginnen uitzien als we hiermee moeten gaan leven? Ik denk dat daar veel verschillende dingen tegelijkertijd zijn. Uh, is COVID een gezamenlijk trauma? Daar denk ik dat ik volmondig ja op moet antwoorden. Maar dat is niet noodzakelijk een probleem. Het is niet omdat je een breuklijn hebt uh, ergens in een in leven. Dat dat ook uh, altijd moet gepaard gaan met uh, emoties die negatief zijn, bevriezing en die angstaanjagend zijn. Mm -hmm. Covid-19 heeft een breuk veroorzaakt in de manier waarop wij werken, de manier waarop wij met elkaar omgaan um, en ook de manier waarop we kunnen kijken naar geneeskunde als zijnde een, 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 een leger van professionals die alles zullen altijd heel snel kunnen oplossen dus die breuklijn ja zeker is dat dramatisch op lange termijn dat betwijfel ik ik denk dat het een hele mooie opportuniteit is om vooral de veerkracht in de verf te zetten van ons als maatschappij en een aantal andere uh, hangijzers een keer goed door te praten. Hè. Zoals bijvoorbeeld, inderdaad, hè, de manier waarop gaan we gaan we om met elkaar. Is het nodig om elkaar altijd te omarmen en af te lebberen? Of kunnen we daar een aantal andere technieken in steken waar we nog altijd warmte doorgeven in het contact en interactie um, en minder hè, bacteriën en virussen gaan uitwisselen? En ik denk dat dat wel mogelijk moet zijn. Hè. We gaan daar wat tijd voor nodig hebben, maar dat moet wel mogelijk zijn. Nou, ik denk, heeft dat ook niet vaak te maken met wat voor een culturele achtergrond dat je sowieso al hebt. Ze zeggen dat van bepaalde volkeren dat die al minder de neiging hebben om dat te doen. Hè. Zoals bij... bij hè, dat, 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 dat je hoorde dan vaak uit Scandinavië dat die minder knuffelen, minder kussen, minder vastpakken. Een beetje gereserveerder omgaan met hun emoties. En dat dat voor die mensen dan misschien minder moeilijk is om zich aan te passen. Maar voor mensen die dat heel hard gewend zijn, wordt dat niet heel raar? Wel maar je zeggen daar goed, hè. Uh, Eigenlijk, het is niet omdat we een andere vorm gaan hebben om elkaar uh, te omarmen of om elkaar te ontvangen, zo zal ik het noemen. Dat er daarvoor minder warm wordt. De afstandelijkheid die kan evenzeer aanwezig zijn bij het geven van een hand of een omhelzing of een kus. Denk maar aan de verschillende vormen van kussen. Je hebt in bepaalde kringen dat men kust, maar men raakt zelfs elkaars wang niet. Dat komt wat hotijn-arrogant over. Dat is heel afstandelijk. Een handdruk, denk aan de Trump-handshake, dat is een bijzonder agressieve daad. Ik denk dat de opportuniteit erin bestaat om. Warmte op een andere manier te gaan overbrengen. He, chaleureux, zeggen ze in, in het Frans zo heel mooi. Ik mm -hmm. denk dat dat wel kan. He. Het gaat wat lef vragen, omdat dat is een andere vorm van communicatie. En ik heb een beetje de indruk dat we de afgelopen tijd door te omarmen, te huilen, de emojis, handjes geven, shake it, uh, nee. dat er misschien wel wat meer minder warmte werd uh, overgebracht. En ik denk dat we misschien een debat kunnen openen om meer openheid en warmte te geven in het hallozigen. Hmm. Waardoor misschien minder afstand gaat komen. Uh, en die, we kijken ook al nu... Hè, onze uh, collega's uh, in het oosten, in China, ja, hebben ook al wel wat langer de gewoonte om ook als er online is, de hand op te steken, wat een zeer informeel teken is. Maar door de manier waarop je dat doet, je zwaait een keer, kun je ook al direct, je lacht daar een keer bij, je geeft ineens veel meer warmte dan dat wij elkaar zouden zien. En ik geef u een heel kordate, zeer goede handshake. Dus... Het gaat, we gaan andere manieren vinden, maar ik zie daar vooral heel veel opportuniteiten en vooral ook heel veel openingen naar op een warmere manier met elkaar om te gaan. Mm -hmm. Het is niet omdat je afstand van elkaar houdt, um, dat je een barrière vormt voor virussen en bacteriën, mm -hmm. dat je niet heel erg warm kunt zijn in je contact. Want contact heeft te maken met non-verbaal gedrag, niet noodzakelijk contactgedrag. Mm -hmm. En dat. Denk ik, als we dat onder de loep nemen uh, en dat terug voor ogen houden, dat het eigenlijk, hallo zeggen, interactie is niet contact, maar is eigenlijk uw non-verbale aanvaarding, uw non-verbaal openzetten voor anderen door een openhouding, door uw handen open te doen, door uw hand op te steken, dat we daar veel meer warmte kunnen insteken en dat het dan misschien een betere uh, periode wordt dan hetgeen het was. Ik heb uh, een aantal vragen doorgekregen. Wij hebben dat uh, doorgekregen van mensen die dat dingen aan u willen stellen, hè? mensen die naar ons luisteren of naar ons kijken. En deze sluit eigenlijk een klein beetje aan aan, aan, aan de dingen die u momenteel aan het zeggen bent. Hè? Dat, dat, uh, de, 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 de man die de vraag stelt heet Baudreau en die zegt: ik merk bij veel mensen dat ze moeilijk om kunnen met het niet meer contact, hè? Met, met niet meer constant ontmoeten van mensen, en dat ze in feite een hele zwakke mentale weerbaarheid hebben. Ligt dat aan het het feit dat we te veel vrijheid hebben en niet meer om kunnen met de restricties? Of heeft dit een andere reden? Dit is een zeer, zeer interessant punt. Hè? Want we zien inderdaad dat vereenzaming, noemen wij dat, hè? dat mensen het wel moeilijk hebben met het gebrek aan contact. Uh, opnieuw zou ik het willen vertalen naar zijnde een gebrek aan verbinding met mensen, eerder dan contact met mensen. Hmm. En wij waren al wel een, een, een maatschappij waar verbinding eigenlijk niet uh, hoog stond op ons prioriteitenlijstje. Wij zaten misschien wel met veel mensen in één ruimte, maar dat gaf ons nog niet een sense of belonging. Een sense of belonging wil zeggen, ik voel me helemaal thuis in de groep. Waar, waar ik in vertoef, waartoe ik behoor. Um, en dat nu zien we dat heel veel mensen die die sense of belonging niet hebben, die zich niet kunnen verbinden met de groep die dat niet konden voor de lockdown, dat die natuurlijk tijdens de lockdown enorm veel problemen hebben, uh, en die vereenzamen. En daar moeten we aandacht voor hebben. Als we dan spreken over zij die... Uh, de regels niet respecteren. Uh, denk ik dat dat ook een stukje uh, gaat over begrijpen ze wel waarover het gaat? Um, hebben ze het inderdaad hey, goed uh, het onderscheid tussen we moeten contact vermijden en daartoe niet noodzakelijk interacties vermijden? Um, ik denk dus dat het begrip vaak onderschat wordt. We gaan er nogal te veel van uit dat als we iets informatief overdragen, dat mensen het ook verwerken en kunnen vertalen naar hun dagelijkse routine. Wat we nu zien tijdens de lockdown en waarschijnlijk in de komende dagen ook, is dat we een periode gaan hebben waar we duidelijk zien dat niet elke groep het goed heeft begrepen. Uh, dus dat is niet noodzakelijk een negatieve intentie. Dat is ook niet noodzakelijk een direct gevolg van ik ben te eenzaam. Het kan, ja. maar dat zal zeker niet de doorslaggevende factor zijn. Mijn hypothese zou hier vooral zijn dat mensen regels overtreden omdat ze eigenlijk niet goed hebben begrepen waar het over gaat. En dat, dat dus wil zeggen dat we die mensen op een andere manier moeten gaan informeren, verleiden tot het nieuwe normaal. Oh, want je merkt dat er veel mensen mee zitten. In uh, Cleo bijvoorbeeld, die zegt hoe om te gaan met mensen als je ziet dat anderen de maatregelen niet respecteren. Werkende in de zorg ben ik gezorg, uh, bezorgd om een nieuwe golf en ben snel gefrustreerd als ik het gedrag van anderen zie. Aanspreken helpt vaak niet of ik durf het niet. Absoluut. Ik volg haar ook helemaal en ik moet zeggen dat ik mezelf ook al in situaties heb bevonden waar ik zag dat mensen regels aan het overtreden waren en waar ik mij heb afgevraagd, moet ik nu iets zeggen of moet ik nu niks zeggen? Ik vind dat heel moeilijk. Um, omdat we eigenlijk... Hè, wat dat toont is, we hebben nog geen gezamenlijk project. Mm -hmm. okay, en ik hoop dat, dat we daar snel, snel toe komen. Het gezamenlijk project is nu... Met de versoepeling van de maatregelen, de fase waarin we komen, vanaf 8 juni gaan we eigenlijk vrijheid, is blijheid overbrengen. Maar dat wilde ook zeggen dat de verantwoordelijkheid van het controleren van de curve nu niet meer binnen de geneeskunde ligt, maar bij ons als bevolking. En ik hoop dat die boodschap wel heel erg goed. Overkomt bij mensen. Het is belangrijk dat mensen zich kunnen intekenen in dat gezamenlijk project en dat ze heel goed begrijpen dat mijn gedrag er direct voor zorgt dat de curve omhoog gaat of naar beneden of stabiel blijft. En dat concept. Dat is duidelijk nog niet goed begrepen door iedereen. Mm -hmm. En daar refereert hè, de persoon naar met te zeggen van... Ja, ik werk in de zorg. En dus als iemand buiten de zorg zijn gedrag niet aanpast... Ja, ik zit met een gebakken peren en wij moeten het oplossen. En wij hebben net zoveel maanden in een frontlinie gestaan. Mm -hmm. Geheel terecht, maar het kernpro kernprobleem gaat hierover... Is het gezamenlijke project duidelijk afgebakend? En hebben mensen duidelijk hun verantwoordelijkheid opgenomen om dat gezamenlijk project mee te dragen. En nu is het heel duidelijk dat wij aanzet zijn. Niet meer de medische wereld, niet meer de virologen, niet meer de overheid. Wij zijn aanzet om de curve te controleren. En dat wil zeggen: het bewaren uw afstand, maximum tien personen, was uw handen, vrijheid, zeker daar. Maar alleen als we de maatregelen volgen. En we hebben dat dus zelf in handen. Mm het -hmm. was misschien een beetje een follow-up-question hierop, was Dries Jacobs. En want het voorbeeld van daarnet was heel correct, iemand in de zorg. Maar Dries Jacobs, je vraagt eigenlijk voor Nadine. En hij zegt, ja, tijdens de corona heb ik heel veel vrienden gezien, of in ieder geval gehoord, die het niet respecteren. Hoe moet ik die straks aanspreken? Want ik voel me een beetje die onnozelaar die in alles wel heeft gedaan. Uh, het is natuurlijk nog een verschil als je het nu moet zeggen, als het gebeurt. Maar is dat een tip dat je kunt geven, dat mensen toch die verantwoordelijkheid nemen en misschien dat moeilijk gesprek durven aangaan? Want je weet hoe dat zal gaan. Je zult heel snel niet de meest populaire zijn als je het erover begint, denk ik. Absoluut. En ik denk daar refereren naar het gezamenlijke project. Hè. Het kunnen aan, oproepen van dat is het kader, dat is de slogan. Hè. Ik ben dus aan het wachten op een slogan zoals blijf in je kot. Um, Erika Vliegen heeft al geopperd, hè. kom uit je kot, maar niet te zot. Uh, als je dat als kader kunt pakken en zeggen van kijk, ik wil uit mijn kot komen, maar niet te zot. Uh, en ik nodig u uit om ook mijn grenzen daarin te respecteren. Ik denk dat dat een goede aanzet is. Hoe vertaalt je dat dan naar een gesprek? Dan kan het ook wel zijn van, hé, ik merk op dat hé, jij die drempel van een meter en een half toch altijd overschrijdt naar mij toe. Um, dat geeft mij een ongemakkelijk gevoel. Uh, ik wil graag de maatregelen volgen omdat ik behoefte heb om die, die curve mee te controleren. Um, ik voel mij dus ongemakkelijk en ik heb er behoefte aan om daar met jou over te praten om ook duidelijk onze interactie af te bakenen. Hoe is dat voor jou? En dan te zwijgen. Maar het is inderdaad... Wij zijn niet gewend om dat type delicate gesprekken nee. te voeren. Wij maar zijn niet dus zo'n zijn... confronterend volk, eigenlijk. Hè? We hebben meer de neiging om er allemaal wat rond te praten dan om echt recht op iemand af te gaan en, en dat op een manier te zeggen dat het ook niet dan meteen te confronterend is of zo. Exact. Maar dus opnieuw als uw non-verbaal gedrag, uw houding met andere woorden, open is. En het, uw gelaatsuitdrukking is warm. Hè, want ik ga er even vanuit dat je ook praat tegen iemand die je dierbaar is, die in uw vriendenkring zit. Dus u, je hebt een warme houding. Je kunt dat zelfs ook benoemen. Uh, dan kan je ook wel met die vier stapjes. Hè, ik merk op dat. Uh, zelf heb ik behoefte aan, ik voel, hè, hoe is dat voor jou? En dat ook mooi in te vullen. Ook echt aangeven waar uw grenzen zijn, op een manier dat het een gezamenlijk project wordt, weer samen. Hè? Door de vraag te stellen: hoe is dat voor jou? Nodig je de anderen uit om ook mee in het debat te komen. En dan is de bedoeling dat je gezamenlijk iets afspreekt. Dat is natuurlijk als je omgaat met vrienden of met mensen die je veel beter kent en waar je al veel sneller kunt overgaan tot dat soort communicatie. Maar waar raadt u eigenlijk aan als je merkt dat bijvoorbeeld iemand een afstand niet respecteert in een winkel of als je iemand, mensen op straat of een manier om daarmee om te gaan om niet meteen te vervallen in een soort bijna agressief afstoten van iemand, maar om er toch mee om te gaan op een manier. Dat het voor iedereen aangenamer is? Wat zijn tips dat je mensen kunt geven? Wat doe je de best als je dan communiceert? Als je in een winkel zit en je ziet dat er daar duidelijk hè, bepaalde, in bepaalde gangen mensen nogal losjes omgaan, dan denk ik dat stap 1 is de winkelverantwoordelijke aanspreken. Vaak bij het binnenkomen van de winkel heb je daar een steward staan. En dat de steward het in de winkel kan aanpakken zoals het hoort. Ik zou niet zelf op de mensen afstappen, maar geef het aan aan de steward. Die mensen zijn daar ook voor opgeleid, hè. die ja. hebben daar informatie voor gekregen en het is ook hun verantwoordelijkheid. Want wanneer er overtredingen zijn in de winkel, dan is het de verantwoordelijkheid van de winkel uh, om ervoor te zorgen dat mensen dat terugvolgen. Dus ga dat aankaarten bij de steward en zorg ervoor dat het op die manier zo snel mogelijk wordt aangekaart. Uiteraard, een andere tip is: zorg ervoor dat je zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld geeft. Wanneer je mensen op straat ziet, kan het ook zijn dat je even vriendelijk blijft hè, staan, niet daarop afstormen. Gelijk een, een olifant, maar dat je vriendelijk uh, zorgt ook dat je je houding opnieuw controleert en dat je even van op afstand zegt: Ik voel mij oncomfortabel bij het gedrag dat ik jullie zie stellen. Uh, ik heb er behoefte aan om daar even met jullie over te praten. Kan dat? En zeker nu, want we gaan versoepelen, uh, gaat dat belangrijk worden. Hè, want. We hebben een bubbel van vier. We mogen nu met maximum tien mensen per week in binnen hé, minder afstand, minder dan anderhalve meter, um, contact hebben uh, voor langer dan een kwartier. Uh, je gaat dus ook niet zo goed meer weten. Zijn dat mensen die elkaar dus kennen als die zo over het straat van alles beginnen te doen? Zijn dat mensen dus in hun quota uh, of niet? He, dus ik zou, mijn tip zou zijn: is, ga stap rustig af op de mensen. Geef aan dat jij je oncomfortabel voelt en dat je even wilt afstemmen uh, wat er gebeurt. Nu, ook daar op straat, weet dat er ook op straat een stewardrol aanwezig zal zijn. In de meeste steden is die redelijk zichtbaar. Stel dat er zo iemand loopt, spreek dan de steward aan. Hè. Dat kan politie zijn, maar kan ook stadswacht zijn en anderen, zodanig dat zij het contact kunnen doen opnieuw. Zij hebben daar dan een aantal scenario's voor gekregen. Maar mijn advies is om heel rustig aan te geven over jezelf. Ik voel mij oncomfortabel. Ik voel mij het meest comfortabel met de regels te respecteren. Ik zie jullie gedrag eistellen. Um, ja, kunnen we het daar even over hebben? Is het, um, het, het, uh, het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi en dat is ook heel tof, maar als je een steward gaat aanspreken, als je van slechte wil zijn, zouden kunnen zeggen: we beginnen hier een soort klikmaatschappij te creëren. Hè, waar sommige mensen misschien aanstoot aan gaan nemen dat ze niet persoonlijk worden aangesproken, maar dat ze iemand zien die gaat praten met zo'n steward, die het dan even gaat zeggen dat ze hun eigen moeten gedragen. Zou dat ja. niet een hele hoop, uh, hoe zeg je dat, de rancune kunnen oproepen bij mensen of een soort afstandelijkheid nog meer creëren door dat te doen? Absoluut. En dus vandaar dat de houding daarin extreem belangrijk is. Hè. We klikken niet omwille van negatieve intentie. We klikken hier, hè, zo, om uw woord te gebruiken, mm -hmm. om, om het eigenlijk collectief project te laten slagen. Met namelijk hè, het remmen van een dodelijk virus. Waar we tot op de dag van vandaag nog niet alles van weten. Dat is een, en ook dat kan je ook aangeven. Hè? We klikken niet omdat ik u als mens niet, niet tof vind. En ik denk. Oh, ik stond op vandaag en ik dacht. Oh, laat ik er nu eens drie pakken. <laughs> en je zei, toevallig één van die drie, dus deal we die. Uh, ja. Nee, we willen eigenlijk een aanmoedigingsbeleid hebben om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk in te laten intekenen in dat collectief project met name covid 19 indijken, omdat we nog niet het hele gedrag van dat beestje kennen. En dus is het belangrijk om ons berekend en beredeneerd te gaan gedragen. En ja, dat is niet gemakkelijk. En ja, dat is nu ook niet onze sterkste kant. Maar om dat dan direct als klikgedrag te gaan omschrijven, dat zou ik dus niet doen. Ik zie het eerder. En klikgedrag uh, kan ook hè, klikken doet het door een negatieve intentie en een negatieve houding. Hier. Benadruk ik wel degelijk de warmte en het aangeven van: ik voel mij comfortabel. Het gaat hier dus niet over u zozeer, het gaat hier over mij. Ik voel mij oncomfortabel bij hetgeen ik zie. Ik heb er behoefte aan om daar enige duidelijkheid in te krijgen. Dus ben jij bereid om met mij even in dialoog te gaan? En dat zou is dan, een heel andere dan, houding. Zou ik, dan, uh, zou ik dan durven zeggen dat, uh, dat bij, bij stewards het ook heel belangrijk is uh, de manier waarop dat zij het aanpakken? Omdat je soms kun je voorstellen, ik heb al een paar incidenten meegemaakt tijdens de lockdown en zo, dat de mensen die bijvoorbeeld steward of security waren aan een, aan een supermarkt niet echt bepaald op een vriendelijke manier met mensen omgingen, maar natuurlijk ook heel veel mensen al meteen in een defensieve houding zit. van jij moet hier niet tegen mij komen zeggen hoe dat ik mijn eigen moet gedragen. Absoluut, hè? dat is absoluut essentieel. En er zijn zeker een aantal incidenten, accidenten al gebeurd. Uh, als ik uh, die bekijk, dan denk ik dat dat ook de, de common ground daar is angst. Hmm. En in plaatsen waar angst heel hevig aanwezig is, angst is een slechte raadgever. Komt er heel snel agressief en defensief gedrag. Ja. En dus zeker in de lockdown. Uh, denk ik dat er heel veel beroepsgroepen in de frontlinie stonden, zonder dat ze daar vrijwillig voor gekozen hebben. Uh, en zonder dat ze heel goed wisten wat de risico's waren, wat ze aan het doen waren. En, en in een situatie waarin de berichtgeving natuurlijk, de beelden op tv, was, was hel. Mm -hmm. En dat is, dat is een bijzonder stresserende situatie geweest, ook voor al die mensen. En daar mogen we toch ook wel eens luid op zeggen. Dus ja. ja, wat mij betreft is het zeker belangrijk uh, om de houding te controleren. Maar ja, er zijn ook wel verzachtende omstandigheden als je de, de incidenten en accidenten van het verleden zeker vanuit stewardsrol uh, gaat bekijken. En ja, dat, daar roep ik eigenlijk toe op, hè, tot mildheid en solidariteit. In het begin van de COVID-19 hadden we zo de slag zien tous ensemble. En mijn overtuiging is dat dat gevoel tous ensemble nu veel belangrijker is dan dat het toen was. Want toen was het duidelijk, je blijft in je kot. Allemaal. Nu moeten we tous ensemble gaan controleren, een curve. Terwijl wij allemaal iets anders nodig hebben. Want je begrijpt ook dat als je uh, direct of indirect bent geconfronteerd met intensive care units, ja, dat je houding ten opzichte van die maatregelen ook wel veel strikter zal zijn. Tot van iemand die niks heeft meegemaakt, die geen overlijdens heeft gehad in zijn omgeving, die een of had en die eigenlijk als het ware in La douce France twee maanden heeft aan zijn zwembad gelegen. Ja, dat, die variatie maakt het ook heel moeilijk. En dat, dat is ook een van de issues die we hebben. Dus wij moeten nog steeds, of ik roep op, om mildheid te hebben en ruimte te geven aan, aan de beleving van iedereen, maar dan van daaruit altijd te gaan linken aan dat collectief project. Wij zijn nu zelf verantwoordelijk voor het controleren van de curve. Ik, maar ik wel even op... Het, oh. op, 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 op ja, want, want er straks zei je ook dat gemeenschappelijk project. Als je de vragen en zo ziet, dan is er inderdaad dus ook iemand die analyse, analyse Zegt bijvoorbeeld, ja, ik, ik zie niet graag televisie niet meer, want het is altijd de negatieve prikkels. Persoonlijk denk ik ook soms, ja... Zelfs na al die maanden is eigenlijk het virus zelf, of de ziekte, of het gevolg van mensen die heel zwaar ziek zijn, soms vind ik dat het... Niet hard genoeg doordringt. Dat het, dat we, we krijgen enorm veel statistieken naar onze kop gegooid en curves, maar als het. Ik, ik zeg niet dat we terug naar misschien een dokter Bocourt-achtige manier moeten gaan om constant gebombardeerd te worden met mensen op hun buik, met tubes in hun, in hun mond. Maar ik weet niet waarom, maar zelfs bij mezelf, en ik beschouw mezelf als iemand die redelijk is, vind ik dat het soms ook niet altijd doordringt, dat het desondanks toch iets abstract blijft, die ziekte, of toch in ieder geval de ernst. Uiteraard, en dat heeft ermee te maken dat hoe verder, hoe groter de afstand tussen de persoon en, en het virus, ja, hoe, hoe moeilijker te capteren waarom dat je, dat je de maatregelen zou gaan volgen. Hè? Dus, als des wij zijn waanzinnig goede uh, struisvogels. Uh, of zoals uh, wijle de Haanen zei, we, nemen, we zullen het wel aanpakken als het zover is. En dus, dat is zo ingelepeld geweest dat dat inderdaad een bijzonder moeilijk gegeven is voor heel veel mensen. Uh, ook is het zo dat de communicatie heel erg veel steunt op gezond verstand. Dus dat wil zeggen bewuste keuzes maken. En dat doen wij nu gewoon niet zo heel veel in een dag. En dus ja, dan, dan, dan is dat heel normaal dat dat, dat, dat gedrag verschijnt. Hè? Er is Kahneman, die heeft een Nobelprijs gewonnen, omdat hij heeft kunnen aantonen dat wij echte, duurzame, bewuste keuzes, dat we dat maar zeer beperkt doen in de loop van een dag. Hè? Om het nu wat karikaturaal te stellen, bij wijze van spreken maar 5 procent van onze tijd, terwijl de rest gedragen wij ons als Homer Simpson. En als dat issue dus niet. Voor uw neus staat, bestaat het niet. Uh, en dat is, dat is ons gedrag. En dat is voor volksgezondheid de moeilijke uitdaging. Niet alleen COVID-19, we weten daar niks van, maar ook de mens, as such. En wij zijn nu gewoon ook niet zo heel goed in het volgen van regels. He? Zachtjes, zijn... zachtjes ja. uitgedrukt. Ja, ja. regels mm -hmm. nodigt ook uit tot, tot het reflecteren en, en, en uitdagen en experimenteren en noem maar op. En de ene leeftijdscategorie, dus nog wel wat sterker dan de andere, dat is desmenses. He? Daar, daar hebben we begrip voor. Desalniettemin opnieuw. He? Vind ik dat ook hè, een podcast zoals deze, maar ook media, heel fel moet inzetten in dat collectief project. En dan is het voor mij best oké okay dat je ze een beetje tussen buiten de lijntjes kleurt. Hè. Als je maar intekent in dat collectief project. Wel uh, interessant dat je leeftijd aanhaalt. Want uh, nog een vraag die ik had, maar die ook een klein beetje terugkomt in vragen van andere mensen. Ik ga die even. Stefan Jules. Uh, ...erbij Ste halen. Je hebt, uh, vooral jonge mensen, als ik het daarover zou hebben, of kinderen. Eh, wat een impact is op, op kinderen als die mensen met mondmaskers zien rondlopen. Als die ineens geconfronteerd worden met zo'n drastische verandering in de wereld. Eh, in navolging van uh, de naam van uw praktijk, huis van veerkracht. Hoe veerkrachtig zijn kinderen? Zijn die veerkrachtiger dan mensen die ouder zijn en ineens alles over een andere boeg moeten gaan gooien? Um, en zoals, het is, het is een beetje veel vragen naar elkaar, maar uh, Jan, die directeur is van een middelbare school, zegt dat hij merkt dat voor een groep van leerlingen deze periode een goede zaak is voor hun mental health. Corona is met andere woorden een meerwaarde voor hen. Welke impact zou het hebben als ze binnen enkele weken, maanden terug in hun oude leven moeten stappen? Snel, veel druk, rat race, dat soort dingen. Ja, het zijn eigenlijk twee weet... vragen, ik weet het, Mars. Meerdere vragen, ja. Meer dan vijf items kan mijn brein eigenlijk niet aan. Ik ga mij maar goed doorfietsen door het antwoord. Mm -hmm. uh, eerste vraag, zijn kinderen veerkrachtig? Absoluut, hè? Absoluut. Kinderen hebben zeker ook als ze jong zijn nog een soort onbezorgdheid, waardoor ze uh, minder beperkt zijn door negatieve overtuigingen en angst. Hè? We hebben een pipi-lankhouse houding. Ik heb het nog niet gedaan, dus het zal mij wel lukken. Het is eigenlijk de ouders, de context er rond en hun houding die gaan bepalen of er negatieve emoties en angst bij het kind komt. Dus het is, het is eigenlijk de volwassene die zorgt. Of dat er een problematische ja, situatie gaat ontstaan bij kinderen en jongeren. Jongeren, naarmate ze ouder worden, gaan zich meer bewust worden van hun omgeving, van risico's ook. En zitten natuurlijk ook met die chaos in hun hoofd. Hè. Er is een periode vanaf ongeveer hè, 12, 13 jaar, waarop de, de emotionele gebieden veel beter aan het... Bouwen zijn dan die coördinerende centra, meer frontaal. En dat maakt dat zij meer chaotisch, meer emotioneel, meer korte termijn gedrag gaan nastreven. En dat is sowieso al een moeilijke periode. En dus jongeren tonen een enorme variatie inderdaad in hoe zij de lockdown beleven. Gaande van problematisch, ik voel mij eenzaam, naar, ja, het is one big feast, hein? een groot festival. <laughs> Zeker omdat we ook eigenlijk gelukkig best goed weer hebben gehad. Ja. Nu, die, dat zijn extreme op een continuum. En we mogen dat wel niet vergeten. Hè? Want als je kijkt naar cijfers bij jongeren en kinderen... Uh, als het gaat over geweld, ja, die zijn met factor 4 gestegen. Dan kun je toch eigenlijk ook niet stellen dat het voor de meerderheid van de jongeren een zegen was. Hè? Want elk kind dat uh, geconfronteerd wordt met geweld, is er één te veel. En hoe jonger je geconfronteerd wordt met geweld, hoe groter de problematiek in, later in je leven. Um, en dus opnieuw, er is een enorme variatie. Maar het is inderdaad zo voor sommige jongeren, um, omdat ze eigenlijk... Uh, ja, zeker nu, hè, in, vanaf de bubbelfase, wel wat mogen experimenteren en misschien iets minder gecontroleerd dan het was als ze constant op school zaten. Hè, uh, en dat is zeker een positief gegeven. Maar weet dat dat zeker niet gangbaar is voor iedereen. Hè, er zijn ook bijvoorbeeld om andere ervaringen met scholen. Eh, ik ben in een school geweest waar de kinderen een stok moesten dragen als het speeltijd was van anderhalve meter. Om voldoende afstand te kunnen houden. Ja, dat kunnen nu niet echt bepaald een positief gebeuren noemen. <laughs> Hoe dat je dat ook draait of keert, dat is bijna een gevangenisprincipe. Hè. Ik ben in scholen geweest waarin dat je binnenkomt, je handen moet wassen. Dan moeten je zo tussenna daar hekken gaan staan. Je mag niet spreken met andere mensen. Je mag ook niet met een bal schotten, want dat is dan virus schotten. Dat mag niet. En dat kan uit uw bubbel vliegen. Dan mogen je naar de klas, mag je handen wassen. Als je, je naar buiten gaat, moet je handen ook wassen. En die kinderen die komen naar met, met, met problemen met de handen moeten naar de apotheek, want die handen liggen open van het wassen. En die kinderen die zeggen: Wat heb ik op school gedaan? Hé, nu, ik heb mijn handen gewassen. Maar als je en al die dingen zegt. Zo. Dan, dan voelde toch echt dat, dat een heel groot probleem, of iets waar heel veel mensen mee zitten, is die enorme onduidelijkheid en dat maar vrij invullen zoals je zelf wilt. Hè. Elke school treft maatregelen die de school ernaast totaal niet doet. Er worden dan compleet andere dingen voorrang gegeven en er is ook, om eerlijk te zijn, niet veel duidelijkheid. Hè. Mensen worden een beetje gestoord van het idee dat je een hele dag hoort het gaat keigoed. Nee, we zijn een van de Slechtste landen van de wereld. We hebben het goed gedaan. Nee, we mogen niet naar het buitenland, want we zijn helemaal niet goed. Scholen, het is allemaal moeilijk. Je moet afstand houden. Nee, hier mag het niet. Er is om de twee seconden dat het lijkt alsof je het compleet tegenovergestelde hoort, als een minuut daarvoor. En zeker in scholen, met die stok en dat soort dingen, is het dan niet. De, de rol van ik zal nu maar zeggen de overheid om het morgen makkelijk te maken om wel duidelijk te maken dat dat soort maatregelen allemaal niet hoeven dat er een soort overzichtelijke manier is van te zeggen dat doe de wel en dat doe de niet ja absoluut hè? dus wat dat je hebt benoemd is warm en koud blazen tegelijkertijd ja dan ja, er wordt een beetje gaga van. En dat heeft als resultaat dat mensen dan zelf kiezen wat ze wel willen doen. En dan net de één kans op twee dat dat dan is wat je wilt zien van gedrag. Dus dat is zeker zo. Nu, wat je omschrijft, is het typisch ja, het gevolg van dat wij echt wel in een crisis hebben gezeten. En niet alleen in België, maar wereldwijd. He, dus, wat je hebt zien gebeuren, van om tien uur, oei oei, ai ai, Om elf uur, mm, ça va. Om twaalf uur, goed bezig. Om dan te zien, oh, oh, een weekendeffect is er geweest. Drama. Mm -hmm. Dat is een klassiek patroon in een crisissituatie. Uh, en dus, uh, dat zijn allemaal momentopnames. Uh, en ja, dat is moeilijk voor mensen om mee om te gaan. Maar ja, stel je voor dat we het anders zouden doen. Stel je voor. Dat we zo wat, hè, in de vorige eeuw wat meer communistische gebeuren zaten en dat we, dat we maar één keer per week zouden communiceren. Ja, dan wordt het even zeer zot. Uh, want dan heb je het gevoel dat je niet alle gegevens hebt, dan komt er wantrouwen en onrust en dat gaat ook creëren dat mensen rebellie gaan vertonen en misschien nog agressiever gedrag er ook bij en dat willen we ook niet. Dus die balans vinden is niet gemakkelijk en wat is de extra uitdaging geweest? Is COVID-19 was nieuw. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat een derde van de wereldbevolking in lockdown is gegaan. Dat is nog nooit gebeurd. Dus zowel politiekers als experten uh, zaten daar met de handen in het haar wisten niet wat er ging gebeuren. Ja, en dan krijg je ja, uh, uh, ja, slag naar alle kanten. Uh, is dat opportun? Nee. Maar het is ook gewoon de realiteit. En we moeten dat kunnen benoemen zoals het is. En laat ons ervan uitgaan dat wij over een paar maanden terugkijken en evalueren en ons daardoor kunnen klaarmaken voor een volgende covid-like toestand. En dat we het dan beter zullen doen. Ik wil dat dus niet veroordelen. Want dat zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hè? Ik denk dat er een... Ik weet niet meer wie dat was. Ik denk een Scandinavische viroloog dat het wel wat mooi had gezegd. Dat je zei, alles wat er tot hiertoe gebeurd is, zouden we eerder moeten beschouwen als een vergissing en niet als een fout. Omdat je eigenlijk niet maar echt Maar zelfs weet... geen, geen vergissing. Eigenlijk... Uh, gewoon de realiteit. Vergissing is ook weer, weer een negatief woord. We, we hebben allemaal gedaan wat we dachten dat goed was op het moment wanneer we het gedrag hebben of de beslissing hebben gedaan. En het is natuurlijk gemakkelijk om nu, nu dat we meer weten, nu dat het stof wat gaat liggen, om dan terug te kijken en dan veroordelingen en beoordelingen te gaan geven. Dat is heel gemakkelijk, maar dat is, ik roep hier recht op om dat echt absoluut niet te doen. We hebben een nieuwe uitdaging gehad. Uh, en wij hebben moeten leren, terwijl die, dat virus als een tsunami met een onwaarschijnlijk dodentol raasde over de wereld. Geen enkel precedent. Als je dan bekijkt de snelheid waarmee wij eigenlijk de curve hebben kunnen controleren, dan denk ik dat we vooral met een goed gevoel hier nu in deze fase moeten staan. Maar opnieuw, nu is het aan de mensen om het te controleren. En opnieuw, ik hoop wel dat we een fase gaan hebben waarin we gaan evalueren. En evalueren niet om te veroordelen, maar eigenlijk om ons voor te bereiden op de toekomst. Hè. Uh, dus vergist, zou ik het zelfs niet zeggen, want wij hebben keuzes moeten maken met zeer beperkte informatie. En dan, als je dan meer informatie hebt, zou je een andere keuze maken. Maar dan maakt die eerste keuze niet noodzakelijk verkeerd. Dat is gewoon de beste keuze geweest op dat moment, volgens. Diegenen die die keuze hebben gemaakt. Er wordt vaak van, er werd toch zeker gezegd over deze regering. toen zo de, ja, de eerste storm voorbij was en men ging naar een exitplan gaan. dat er vaak eerder aan de economische kant van het verhaal gedacht werd. en dat de menselijke kant, hé, waar dat u een beetje voor staat, ...dat dat, uh, ja, dat, dat geen voorrang kreeg. Uh, zonder dat u nu een kant of zo moet kiezen. Uh, is dat overdreven? Is er eigenlijk altijd genoeg aandacht geweest voor de mental health, om het zo maar te zeggen. Uh, hoe, hoe ziet u zelf daarin? Is dat soms een beetje choose your pick your battles? Van, ja, je weet dat die een economie dat dat heel moeilijk is om, om daarvan uh, te winnen? Of viel het eigenlijk wel mee? Zijn jullie echt, is heel jullie sector of, of jullie visie van begin af aan eigenlijk uh, gehoord geweest? Dat is een heel, heel goede vraag. We moeten daar eerst op zeggen. COVID-19 is binnengekomen. In China, dan in Europa, Italië, Spanje, woef in België. Het is logisch dat je dan onmiddellijk de acute medische kaart trekt. De doelstelling was daar zo weinig mogelijk doden. Zo goed mogelijk dat virus leren kennen, track and trace en zo goed mogelijk te gaan behandelen, controleren. In principe komt er dan een fase waarin je dan ook wilt zorgen dat mensen. Zo goed, zo veerkrachtig als mogelijk blijven. En die fase die is niet ten volle opgezet. Is dat positief, is dat negatief? Ik heb daar eigenlijk op dit moment een neutraal gevoel bij. Uh, ik denk dat men in nieuwe onvertrouwde situaties vooral ziet welke modellen nog altijd de doorslag geven. En in dit, is dat het medisch model en is dat het economische model? Ligt dat aan te weinig aandacht voor het mentale? Dat weet ik eigenlijk niet, want ik vraag mij ook soms wel af, dat ligt misschien aan de vertegenwoordigers van die mentale gezondheid. Misschien hebben wij de afgelopen jaren nagelaten uh, aan te stippen hoe belangrijk dat wel niet is. Want natuurlijk, economie floreert alleen op mensen. Mensen die veerkrachtig zijn, wendbaar zijn, innovatief zijn, creatief zijn. He, dus daar, daar komt mentale gezondheid aan te pas. Een, een mentaal ongezond systeem is gewoon geen goede economie. Um, dus dat is verweven. Ik denk alleen dat we die gewoonte nog niet hebben. En tweede punt, wat ik denk, en dat is gewoon een persoonlijke titel, is dat mentale gezondheid ook nog te veel wordt gepercipieerd als iemand die in hè, een, een dwangbuis zit achter gesloten deuren. <laughs> en dat is iets dat ik mij nu heb gerealiseerd. En dus vandaar dat ik denk: misschien hebben wij als vertegenwoordigers van het belang van mentale gezondheid. wetende natuurlijk, ik weet dat dat iets anders is. Ik weet heel goed dat veerkracht in alle dag, in het huishouden zit, in de economie zit, in de bedrijven zit. Maar heb ik dat wel zo goed overgebracht aan de politiekers? Heb ik het imago wel breed genoeg gedragen? Uh, of blijft het toch nog wel spontaan het beeld van de dwangbuispersoon die met een, een spuit nat water er gestegen een hoek wordt geduwd? Ja, als je kijkt naar films bijvoorbeeld, is dat nog altijd het gangbare beeld. Als je kijkt naar, gewoon naar stokfoto's, hè? dat moet je een keer doen op Google: stokfoto, mentale gezondheid. Je krijgt stevast de mens die daar half depressief ineengedoken ligt in een kotteken met zwart en donkere kleuren. Ja. Ik denk dat wij, hè, dus vertegenwoordigers van de mentale gezondheid, gewoon onze job nog niet goed genoeg gedaan hebben. En dat wij daarin gefaald hebben. En dat we dat niet moeten neerleggen bij de economisten, bij de politiekers of bij de, de medici. Dus aan de andere dan... kant zouden we misschien kunnen zeggen, want dat is een, een beetje een advocaat van de duivelvraag als we daarover bezig zijn. Uh, in het begin van de COVID-epidemie uh, hoorde heel vaak in, in de kranten dingen als uh, de regering gebruikt oorlogstaal, er wordt oorlogstaal gebruikt in de ziekenhuizen. Het werd ook allemaal vergeleken met dat hebben we niet meer meegemaakt sinds de oorlog. Nu, mijn mama is van die generatie en als je die generatie merkt, die hadden allemaal, of zo leek het toch in ieder geval in die tijd, een houding van let's just get on with it. Terwijl hoe meer dat we eigenlijk praten over psychologische aandoeningen, hoe meer dat je dingen hoort als burn-out, bore-out, noem het allemaal maar op. Dan eh, heb ik de vraag als u bezieler van het huis van de veerkracht. Hoeveel veerkrachtiger zijn we eigenlijk geworden sinds dat we door hebben dat, dat er allerlei uitwegen zijn om naartoe te gaan? Hè? Vroeger hadden we posttraumatische stress na een oorlog. Nu hebben we dat als iemand een mening heeft waar je het niet mee eens bent. ja. ja. Ja, en zo heb ik het nog nooit verwoord gekregen. Maar er valt wel iets voor te zeggen, hè, zonder afbreuk te doen. Wat is er natuurlijk veranderd uh, in vergelijking met vorige eeuw is social media uh, is ook de manier van media doen, hè, waarbij inderdaad elke scheet aandacht vraagt. Dat is niet zo. Hè, soms moet je ook het proces, het proces laten zijn en de tijd. Zijn werk laten doen. En wij hebben zoveel mediakanalen te vullen ja, dat wij dat niet kunnen. En dus inderdaad, elke afwijking van het vandaag normaal wordt in het lang en in breed uitgesmeerd. Dus dat is zeker zo, dat is zeker geen positief gegeven. En dat is zeker iets dat onze veerkracht ondermijnt. Absoluut, mensen hebben ook veel te veel keuzes. Veel te veel projecten om op in te tekenen, waardoor de meerderheid van de bevolking dat niet doet. En wij dus eigenlijk een gevoel van gebrek aan verbinding hebben. Een, een, een verlies van purpose, noemen we dat. En de, dat is iets dat ons potentieel minder veerkrachtig maakt. Hè. Dus dat is absoluut zo. Um, tegelijkertijd, opnieuw, als we het dan gaan toepassen op COVID, uh, onderschat niet de kracht van een onbekend virus dat zo dodelijk is, met beelden die we hebben gezien van China. China kennen we als een land dat altijd alles onder controle heeft. Altijd heel goed is voorbereid. En zelfs zij waren verrast. Onderschat niet hè, de kracht van, van dat beeld op ons gedrag. Uh, wij zijn eigenlijk een, een aanmoddervolk. Noem ik dat dan soms? Dat is iets anders dan wat jij zegt. Maar dat wil zeggen, de meerderheid van ons doet maar wat. Wij modderen wa maar wat aan. Weinigen onder ons hebben een, 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 een perspectief, een richting, een doel, een plan. Hè? Laat het zijn een carrièreplan, een actieplan, een weekplan. Hè? Denk maar eens aan de lijst van klusjes in uw huis en hoe lang die lijst er al ligt, dat groeit. Dat neemt nooit af. Hè? Dus dat, dat is daar een symptoom van. Um, dus let's just get on with it. Ik vind dat een hele goede slagzin, maar dat wil ook zeggen dat je eigenlijk beleid. En ook communicatie op één lijn moet krijgen, heel snel. En dat is gewoon bij ons niet mogelijk. Of toch, dat heeft de periode ons geleerd. Dat is niet mogelijk. Uh, het moet allemaal positief zijn, het mag niet confronterend zijn. Uh, het moet hey, à la Belge, dat wil zeggen, het moet kunnen gelden voor elke regio. Terwijl soms moet je durven zeggen van nu is het zo en niet anders. Hè? Voilà. Uh, en dat is dan oorlogstaal. Nee, dat is ook gewoon duidelijke taal en dat was nodig. Um, hebben wij altijd heel goed gecommuniceerd? Ja, als je kijkt naar mijn uh, uitlatingen in de media, ik kende daar mijn, mijn mening over. Ik vind niet dat er altijd even goed is gecommuniceerd. Gewoon ja. omdat men de gewone communicatie heeft gebruikt en dat we hier eigenlijk mensen vooral moesten verleiden vanuit wendbaarheid. En eigenlijk inderdaad, hè, die, die mening, let just get on with it. Als je heel snel. Mensen van die vooruitkijken kunt ineens links laten kijken en dan kunt laten zeggen: And just let's get on with it. Ja, dan heb je veel minder angst en spanning en irritatie dat opkomt. Terwijl nu hebben wij geforceerd, geforceerd, geforceerd. En ja, dat, dat is zeker angst voor COVID-19 is een van de grootste problemen waarmee dat we nu zitten. Hè? Wat ook maakt dat sommige bedrijven echt moeite hebben met de mensen terug naar de werkvloer te laten komen. In sommige bedrijven zeggen mensen luidop: Ik wil dat niet. Ik wil niet terug naar de werkvloer komen, want het is een hoog risico. Dus los het op, maar het zal zonder mij zijn. En dus dat hebben wij ook wel een beetje zelf veroorzaakt. Nu, opnieuw wil ik dat veroordelen. Nee, ik wil dat benoemen, zodat we daar kunnen samen naar kijken en, een, en betere opties kunnen gaan creëren voor de toekomst. Want ik denk wel dat dat erg belangrijk is. Een beetje voortgaan op het bedrijfsaspect, dat is ook een, een, een vraag die, die een aantal keer terugkomt. Ik ga nu Christophe De Wulf zijn vraag eruit halen. Hij zegt, ja, hoe, en een vraag aan u, hoe motiveer je iemand die tijdens de crisis moest thuiswerken... Veel productiever was, meer vrije tijd, allround gelukkiger was, omdat hij in een stressvrije omgeving kan werken en niet meer die een auto moeten nemen. Hoe kunnen die eigenlijk motiveren om terug te gaan werken? En zijn tweede vraag is: is het misschien geen optie dat we minder met de bedrijfswagen gaan, gaan, gaan spelen? Maar eerder, ja, ik weet het niet. De, 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 de verbindingen van thuis, of in ieder geval de kosten van thuiswerken vergoeden. Een beetje een omgekeerde. He, wat, u zei het er net over angst, maar wij krijgen ook wel een aantal vragen binnen. en zei van ja, eigenlijk ben ik veel gelukkiger sinds ik thuis werk. Ja, voor even, hè? <lacht> <lacht> Absoluut. Dat is een goed antwoord. Dat is een goed antwoord, ja. <laughs> ja, want ik vind, ik ben een akkoord, hè. de bedrijfswagen, daar valt iets voor te zeggen. Hè. Telewerk, flexibiliteit, work-life balance. Ik denk dat we daar winst hebben geboekt. En laten ons hopen dat we dat ook niet meer gaan afgeven. Maar tegelijkertijd onderschat niet de behoefte die wij allemaal hebben om in te tekenen in een gezamenlijk project en een project met het bedrijf. Wij moeten het gevoel hebben dat het bedrijf een soort thuishaven is: met waarden en normen, met, met een project, met iets waarvoor dat wij willen staan. En als je daar te ver van verwijderd bent, koppelt je je ook heel snel los daarvan. En dan krijg je nefaste effecten, zoals meer conflicten, euh, zoals minder productiviteit en dus minder winst voor het bedrijf en dus meer ontslagen. Om het nu heel, heel even heel kort te schetsen wat er dan gebeurt. Hè. Maar een mooie balans tussen thuiswerken versus op de vloer komen voor verbinding met je collega's. Het is gewoon zo, als je 70% van ons gedrag in en van onze communicatie is non-verbaal. Dat is gewoon ook veel beter als je de persoon zelf ziet. Maar een combinatie van hè, dus twee dagen telewerk, hoop ik dat dat echt de norm blijft. En dat we vandaar kunnen bouwen naar misschien drie dagen. Met een betere work-life balance. Hè. Want het is leuk dat hij dat heeft ervaren. Dat is fantastisch plezant. En niet meer met de bedrijfsvak. Maar denk ook eens aan die vele ouders. Die daar wel vier koters hadden onder de zeven. Die zijn heel blij dat ze allemaal kunnen vluchten naar het werk. Hè. Die, 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 die stonden, bij wijze van spreken, om acht uur ging de poort open. Om kwart voor acht, al oh, mas voor de deur. Hè? Die, hè? Rijden voorbij het school, kinderen, woef, weg. En dan eindelijk vrijheid. Dat, zijn, eindelijk, natuurlijk, dat, ja, dat zijn klachten die ik ook vaak heb gehoord van mensen. Die zeiden, ja, ja dat is allemaal heel goed dat je dat allemaal zegt. Maar vooral als ze zeggen, er wordt thuiswerk aangeraden momenteel. Ga vooral niet werken, maar je moet het ook nog eens doen terwijl dat je kinderen niet naar school gaan. Waardoor Absoluut. dat het voor iedereen eigenlijk inderdaad minder productieve en veel stress is. Ja, ook, hé, je hebt daar de mensen met, met jonge kinderen, de mensen met wat oudere kinderen, die zullen een of en een zwembad, die zullen toffe tijden hebben gehad. Maar denk eens aan zo die alleenstaande ouders met, met twee koters onder drie jaar. Je zet die niet uit, hè. Mm -hmm. Je stikt het in een kast. Nee, die. die... En dan moet je zoomen. En die zoom meetings die duren dan anderhalf uur. Sorry, een kind kan niet anderhalf uur niks doen. Hè. Dat, dat bestaat niet. Dus er zijn echt veel mensen die, die zijn komen ja, vluchten op de werkvloer. Die je bijna moet tegenhouden en zeggen: nee, 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 nee blijf ook maar af en toe thuis. En die bijna de thuissituatie zien als een of ander kom, ja, kamp. Werk hè, waar dat de hel is, want je kunt niet op de wc zitten zonder dat er daar een koter begint te roepen, mama, papa, hè, die, die, ja. hè, dus opnieuw, er zijn aller, allerlei mogelijke variaties en die zijn ook allemaal oké. Okay. Um, opnieuw neutraal omarmen en kijken, inzetten op flexibiliteit. En, en inzetten op haalbaarheid en ik hoop dat we dat, dat debat hebben we geopend maar hebben nog niet een volle besproken dus als we dat niet kunnen volhouden dan zijn we dat direct terug kwijt en dat gaat over het reduceren ook van bepaalde targets hè. sommige mensen hebben kei veel meer kunnen doen omdat ze alleen staande waren en eigenlijk dus een bepaalde periode naar niemand konden gaan wat deden die werken hè werken 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 maar van alleen werken wordt ook niet gelukkig natuurlijk mm -hmm. hè. De, de meeste duurzame succes komt als je een goed ja, goede connectie hebt op de werkvloer, werkplezier, maar ook een goede connectie in een privésituatie. Verbinding met anderen buitenwerk. En dan nog een paar projecten die perspectief bieden en die continu wat, wat nieuwe dingen aangeven. Ja, als het alleen maar één pakketje is, is dat goed voor even. Maar geeft dat op lange termijn ook wel weer perverse effecten. Dus de antwoorden zijn helaas ook wel wat meer genuanceerd. Uh, Begrip daarover en debat daarover voeren, zodat we voor iedereen een flexibiliteitssituatie kunnen creëren, die je dan kunt invullen al naar gelang de behoeften, dan denk ik dat je een waanzinnige uh, winst hebben kunnen boeken. Maar we, nogmaals, we zijn zover nog niet. Ik denk dat we het debat juist hebben aangestipt, maar nog niet een volle. Als we daar niet op verder zetten, zijn we het kwijt. Misschien nog. Ja. Ik zit, ja. uh, oh sorry, Andries. Wat nee, 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 doe, jammer, doe jammer, um, ja, Ik zit in de, de entertainment sector, eh, de, de groeps- en massa massabijeenkomsten. Uh, de, de sector die uh, er momenteel een klein beetje het, uh, ja, het meest, om het negatief te zeggen, <coughs> als ik mij slecht zou veel, voelen, uitzichtloos uitzie momenteel. He, ik heb mezelf. Um, ik heb altijd gedacht bij mezelf dat, dat mijn carrière zou bepaald worden door het al dan niet uh, mij nog leuk vinden van het publiek. En het wordt ineens heel raar wanneer dat, uh, hetgeen dat je doet, hè, zoals je er juist zegt, veel mensen modderen maar aan. Maar je doet ook mensen die wel een visie hebben, die wel een carrière hebben, die heel hard weten waar het naartoe gaat. En ineens wordt er van buitenaf bepaald dat je dat niet meer kunt doen. Of misschien onder compleet drastische omstandigheden die totaal anders zijn, waar nu compleet geen duidelijkheid over bestaat. En als ik daar te lang bij blijf stilstaan, en ik denk dat ik nu wel spreek voor veel mensen die, die in het artistieke vak zitten, zeker die afhankelijk zijn van publiek, hè, van, van letterlijk menselijke aanwezigheid in de zaal. Ja, hoe, hoe gaat je daar best mee om dat je niet eraan onderdoorgaat on, onzekerheid? Ja. Afgrijzelijk is dat, hè? Afgrijzelijk. Ik denk inderdaad, er zijn bepaalde sectoren, zoals de horeca en de artistieke uh, sector, dat is, dat, dat is dramatisch. Hè? Um, en dat zal nog even zo blijven. Daar is... Nee, dan is uw vraag van, ja, wat moeten we dan doen? Focussen op wat er nog wel gaat. Dat is... He, dat zou mijn doelstelling zijn. Hoe zou ik dat dan vertalen? Ik heb dat ook al een aantal politiekers meegedeeld. Er moeten zeer, zeer dringend starterscursussen komen, zoals die daar zijn. Als je wilt starten als, als zelfstandige, dan moeten ze een startercursus gaan volgen. Maar eigenlijk een cursus, Want jullie hebben een waanzinnige creativiteit, mm -hmm. uh, hebben, zijn ook heel goed in out-of-the-box solutions. Uh, en zelf, ik heb het dus al een paar keer gezegd, droom ik er wel van dat bijvoorbeeld een unizo, de artistieke sector, gaat inzetten om al die mensen die in KMO ja, hun bedrijf bijna zien ten ondergaan, om die te leren zichzelf heruit te vinden. Via een creatieve, open manier. En dat is misschien niet direct voor publiek staan, of beperkter mm -hmm. publiek, maar wel met evenveel impact. Ja. En dus ik denk, ons vermogen om onszelf... Heruit te vinden, dat we dat echt, echt moeten gaan zoeken en uitspelen. En dat is nu echt iets, dat vermogen om onszelf te kunnen heruitvinden, dat zit het meest in de artistieke sector. Want zeker als je in de entertainment business zit en je bent een stand-up comedian, improvisator, dat is hetgeen dat je nodig hebt om dat type werk te kunnen doen. Dat zit veel minder in de Dat is dat eigenlijk sectoren? zo, want dat vraag ik mijn eigen af. Ik, als ik mijn eigen zie hoe dat ik naar nou dingen kijk, ik weet heel duidelijk wat dat ik wil, hoe dat ik wil en hoe dat het moet gaan. Maar dat is toch redelijk beperkt. Als je zo out, the, out of the box gaat denken, dan kom je misschien heel snel terecht in dingen. Hè? Zoals je zelf zegt, als je dat in bedrijven gaat doen of je gaat daarover, dan denk ik, ja, maar dat is not what I signed up for. Dat is niet wie dat ik wil zijn. Daar heb ik niks mee te maken. Dat boeit mij helemaal niet. Ja. Dat was dan een tweede punt waar ik mm -hmm. wou toekomen, hè? Is dat, dat is zo voor u nu. Maar ja. Vergeet ook niet dat is voor heel veel verpleegkundigen ook zo hè? Mm. De Verpleegkundigen ook onder COVID. Ik weet niet wat je ze hebt zien werken. Maar sommigen daarvan hadden een pamper aan in de, uh, in de spoedafdelingen. Niet omdat ze hey, een probleem hadden met hun blaas. Maar gewoon omdat geen ze er tegenop zagen om heel die, uh, Ook geen een tijd, mm. maar heel die cinema uit te doen: hè? Ja. een desinfectiepak, handschoenen, een mondmasker, zo'n face shield, zo. Mensen die in de ogen mogen kijken, afstand moeten houden, that's not what they signed up for either. Hè? Mm -hmm. Een verpleegkundige wilt in de ogen kijken, wilt zorgen kunnen geven, die kunnen dat ook niet meer. Dat is ook gone forever. Mm -hmm. hè? Dus dat is zo bij jullie, en bij jullie is het economische aspect daarbovenop ook nog eens dramatisch. Maar de, de onderliggende problematiek is wel een heel pak gelijkaardiger. En dus wat ik eigenlijk wil zeggen, is we hebben een soort incubator nodig om terug op zoek te gaan, om jezelf te kunnen heruitvinden. Want het zal dus anders moeten. En dan heb je in mijn ogen twee keuzes. Ofwel blijf je vasthouden aan het verleden en dan ontwikkelen in depressie. Dat kan, dat mag. Be my guest. Ofwel ga je inderdaad out of the box kijken... En, en op zoek gaan naar anderen met een gelijkaardige problematiek. En gaan we brainstormen om, om te kijken uit die incubator wat komt er daaruit en kan ik daar iets mee? Want wat er ook uitkomt, ja, dat zijn geen eindige dingen. Hè? Uh, dat, is niet, dat is, Alexander, dat kan misschien iets tijdelijks zijn. Mm -hmm. Maar het moet wel iets zijn dat uw vermogen om perspectief te hebben en. en autonoom te kunnen, onafhankelijk te kunnen functioneren en uw positie te kunnen behouden. Het moet in, daar, uw doel moet ook hetzelfde zijn. Het doel moet juist zijn. De doelstelling is nu niet zo rap mogelijk terug naar pre-covid, want mm -hmm. dat was ook niet allemaal roze weer en maneschijn. Maar de doelstelling is, hoe kan ik hier nu eigenlijk mijn talent uit, terug uitbuiten uh, en tegelijkertijd op een economische wijze onafhankelijk zijn en autonoom. En ik denk dat er daar dan meer ruimte is om te kijken van oké, okay, welke wegen leiden hier naar Rome? En nu, dat, is, dat was mijn oproep om een soort van incubator om mensen vanuit verschillende sectoren bij in te brengen en dan te laten praten om te zien wat popt er daarop. En meestal geeft dat heel veel inspiraties om die... Nu, ik hoor, u, ik hoor u wel een aantal keer op de gezicht van uh, dat komt niet meer terug of zo zal het niet meer zijn... Um, bij heel veel mensen, net zoals ik er net ook zei, is er een soort drang of gevoel van we moeten teruggaan naar hoe het was. Gaan we ooit helemaal terug naar hoe het was? Of is dat sowieso iets waar we rekening mee moeten houden dat dat nog een kwestie van jaren is, vooraleer dat COVID niet ons dagelijks leven gaat beïnvloeden? Ik vind dat heel verrassend dat mensen dat altijd willen. Uh -huh. Want ik herinner mij dat wij, als we nu gewoon teruggaan naar eind 2019, allemaal stonden te roepen, het moet helemaal anders. Wat <laughs> is nu anders. Als ik zeg we gaan nooit meer terug, dat wil zeggen dat ik eigenlijk los. Ik, los, ik koppel dat los van COVID-19. Uh -huh. COVID-19, dat moeten we beheersen, daar moeten we controle kunnen, daar moeten we kunnen managen, daar moeten we technieken voor gaan ontwikkelen. Maar los van COVID-19 wil ik niet terug naar wat er voor was. Ik vind dat we een aantal dingen echt wezenlijk fundamenteel hebben kunnen veranderen. Die wil ik houden. En, en geef dan eens ook... een voorbeeld. Wat zijn de dingen waar je echt van vindt dat dat enorme. Uh, eh, om de mensen iets positiefs mee te geven? Wat zijn de, de dingen waar je van denkt. nu zitten we wel in een maatschappij waar dat, dat, dat en dat een stuk beter is dan ervoor? Het inzicht in het belang van gezondheid mm -hmm. boven andere dingen, het uh, telewerk. Weet je dat er bedrijven zijn die, die, hadden dan nog, die, die dat nog nooit hadden toegelaten en die hebben nu een telepolicy? En die mensen mogen twee dagen per week nog altijd thuiswerken. Waanzinnige vrijheid is dat. Hè? Hmm. Het, 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 een stukje winst in het micromanagen: hè? In, het, in het altijd maar op, het, op het, uh, het, het, het controleren van het aantal uren binnen het bedrijf te zijn. Meer naar resultaten gaan kijken, meer naar groei en, en productiviteit gaan kijken. Daar hebben we winst in geboekt. Het geweldige debat. Van die hè, open space, clean desk policy, dat is gevaarlijk. Dat is fantastisch, dat moeten we blijven herhalen. Want dat wil zeggen dat, dat al die grote landschapsbureaus, van, hè, van die grote vloeren, met, met, met varken zien aan een bureau, uh, die. Bub, 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 ja, daar gaan we vanaf zijn. Mm -hmm. dat, want dat mag niet meer. Ja. En dat wil ik ook niet meer. Dat. Ik wil niet dat dat terugkomt, want dat was enorm nefast voor mensen. Dus ik vind dat heel grappig uh, en ook wel een beetje. Uh, beangstigend dat nu dat we eigenlijk over de beek zijn gesprongen en op dat wat we toen dachten groener gras, dat we nu denken, nee, 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 we willen terug over die beek springen. Want ik wil terug naar dat oude micromanagement, overgecontroleerde, niet kunnen mijn work-life balance managen. Is alles rozegeen en maneschijn hier? Nee, nee mm. We hebben nog zeker wat te tikkelen Maar ik, ik, ik zou niet... Willen mensen zeggen van ga terug naar het normaal, maar stap mee in het nieuwe normaal? Is dat niet, is dat ons... niet een, een klassieke kwestie van Better the devil you know? Dingen dat mensen gewoon zijn? Ah, ja, natuurlijk. Iedereen <laughs> wil terug naar, naar routine. En dat is iets anders. Hè? <laughs> Iedereen wil terug zijn oude gewoontes opnemen. Maar misschien waren die gewoontes niet zo geweldig tof. En hadden die ook wel wat negatieve kanten. En natuurlijk, omdat je ze niet meer moogt, verplicht niet meer moogt, worden ze heel wat interessanter. En in plaats van dat dat nu hé, al verdord gras was, is dat ineens terug groen gras. Nee, we moeten ons shiften en denken: nee, er liggen nog meer leuke opportuniteiten voor ons. En laat ons daar eens naar kijken. En dat is de reden waarom dat ik zeg: het wordt nooit meer als voorheen. Maar ik zie dat als een zeer positief gegeven. Ja. Mag ik nog even iets? Een, 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 ja, een soort bevolkingsgroep waar we nog niet zoveel over gezegd hebben, de studenten. Hè, dat is voor u natuurlijk enorm relevant. Um, twee vraagjes: één serieuze en één grappige. Uh, de serieuze is hè, de, het geef ons een stembeweging die een beetje kwam. Hè, uh, voor mensen die niet weten wat het is, een tijdje geleden, dat, dat de studenten eigenlijk vonden van, ja er wordt niet echt veel rekening mee gehouden, zeker er vooral niet met ons mentaal welzijn. Uh, heel duidelijke vraag. Vindt u dat, er daar, dat we daar goede stappen uh, gezet hebben? Of dat dat signaal is overgekomen? En dan uh, de tweede vraag. Vraag van een student uh, Sippe, Bestaat de kans dat een 9 op 20 een 10 op 20 wordt uh, voor de examens tijdens de lockdown? Maar uh, ik kon ze niet laten liggen, de vraag. Een beetje want... opportunisme daar, altijd goed. <laughs> <Dat> is, uh, <laughs> er zal veel virussen moeten komen voordat het opportunisme weg is, natuurlijk. Maar... <laughs> dat, dat krijgen we niet kapot. Nee, nee. dat toont ook denk ik direct de veerkracht bij de studentenpopulatie. Nee. Uh, nice try, 9 uh, is negen. Sorry, hebben we hebben geprobeerd. Blijf uh, negen. Ja. Ja. Uh, wat dat uh, hebben studenten ook te weinig een stem. Uh, ook daar hè, denk ik dat ik opnieuw moet beginnen met te zeggen, we hebben een aantal fases gehad die elkaar hebben opgevolgd. En fase 1 was lockdown door acute medische dingen. Fase 2 was subacuut, gaan kijken: oké, okay, hoe managen we al de andere medische aandoeningen? Uh, en, en hoe managen we de lockdown? Want blijf in je kot, want het virus moet eerst onder controle. En al de rest, alles. Alles was daaraan ondergeschikt. Hè? Denk studenten, maar denk ook aan al die mensen in een psychiatrische instelling die daar weken. Weken hun ouders niet hebben gezien, of weken hun kinderen niet hebben gezien, mensen in woonzorgcentra, ook niet te onderschatten. Die hebben allemaal geen stem gehad. We zijn het daar niet gaan aan gaan vragen. Is het oké okay dat? En dat is gewoon een kenmerk van een acute crisis, een levensbedreigende situatie. Hebben ze nu een stem? Uh, ik hoop het wel. Ik heb alles sinds geluisterd. Uh, ik heb het genoegen ook gehad om met een studentenvertegenwoordiger in de afspraak te zitten. En, daar heb ik, en ik moet zeggen, voordat ik daar zat naast haar, dat ik ook wel zoiets had. Ja, maar mannen, het is voor ons als prof ook niet gemakkelijk. Hè? Want wij moeten lesgeven en wij kijken. Ik kijk dus, in plaats van dat ik mijn studenten zie, dat wij interactie hebben, dat je zo kunt zien op hun gezicht van begrijpen ze het, begrijpen ze het niet. Hè? Uh, we geven een keer eens een grapje hier en daar. Dat is plezant. Dat maakt mijn job als prof heel leuk. Dat is allemaal weg. Ik zit gewoon te spreken in een zwart gat. En dat zwart gat, dat doet niet veel terug, hè? En dat is ook niet iets waar ik signed up voor. Hmm. En als ik zo twee uur moet lesgeven, dat is afgrijselijk. En, en daar, dan spreek ik ook voor heel veel professoren. En ik ben dan iemand die eigenlijk best innovatief is aangelegd. En die al redelijk wat, wat, wat heeft geproefd van al die technologieën. Er zijn heel veel professoren die, die ja, naar die computer keken en, en dachten: van, wat moet ik doen? Um, ook daar een brede waaier. En is het zo dat ze geen stem hebben? Ik denk dat er veel mensen geen stem hebben gehad. En ik denk opnieuw dat we op, ja, in september, oktober moeten gaan kijken. Stel dat we ooit nog zoiets tegenkomen, hoe kan het beter? Waar kunnen we een aantal uh, safety-parachutes maken uh, om dat toch niet te vergeten? Want ik denk wel dat we onderschat hebben hoe voor studenten in hogescholen en universiteiten. hoe beangstigend deze periode moet zijn van examens doen. He, ook studenten hebben dat dan moeten doen, alleen op hun kot. Dat is niet gemakkelijk. Uh, weinig ontspanningsmogelijkheden, samen zo, he, is echt ontladen, niet gemakkelijk. Uh, en nu examens doen, online of toch in heel andere omstandigheden, met z'n allen in een barak, uh, ook niet gemakkelijk. En daar weten we dat dat wel wat, wat extra stress meebrengt. De, en dat we de prestaties anders gaan moeten. Uh, evalueren. En dat is een, een, een moeilijk evenwicht, hè? want we willen niet dat onze studenten kennis en expertise hebben verloren door COVID, uh, want dan komen ze slecht aan de start volgend academiejaar, dat willen we niet. Maar we willen wel rekening houden met, met de verhoogde druk uh, en dat is een moeilijk, moeilijk evenwicht. En dat kan natuurlijk voor het ene vak wel wat makkelijker dan voor het andere vak. Hè? Want ik kan alleen maar spreken over hoe dat wij dat hebben aangepakt. Ik ben echt gaan kijken van... Oké, okay, wat is must have om verder te kunnen volgend academiejaar? En wat is nice to have? Maar voor mijn vak was dat heel duidelijk. Hè? Gezondheidspsychologie, volgend jaar bouwen ze verder. En dat is dan een soort van verhaal tot het laatste jaar. Maar als je het dan hebt over wiskunde... Uh, of over andere, uh, is dat niet altijd even gemakkelijk om te zeggen, weet je, wat, we gaan een stukje nice to have beschouwen. Uh, dat is niet voor elk vak even gemakkelijk. Dus ook daar denk ik dat de mildheid naar studenten toe, maar ook van studenten naar professoren toe, uh, noodzakelijk is. Hè. Um, maar dus hebben ze een stem, ik denk dat ze een hun stem. Te laag heeft geklonken of geklind heeft. Ik weet niet hoe je dat goed moet zeggen. <laughs> maar dat dat niet enkel geldt voor, voor studenten, maar ook voor ja, dus de psychiatrie, uh, mensen in kwetsbare omstandigheden, uh, woonzorgcentra. Gewoon omdat de situatie nu eenmaal was wat ze was. Stap 1 was zo weinig mogelijk doden, zo snel mogelijk kennis over COVID-19. En alles heeft daarvoor moeten wijken. Alles. Uh, en dan natuurlijk is, is dat gebeurd in maart en dan zijn de juni examens niet zo heel ver afnemeren. Dat wat, ik denk dat dat gewoon ook de realiteit was. En ik heb wel de indruk dat er wordt geluisterd naar de studenten en dat de universiteiten, de hogescholen ook extra maatregelen nemen. En opnieuw roep ik hé, alle actoren daarin op om in alle rust eerst examens af te leggen. En dan ergens oktober, november te evalueren en te kijken of we extra parachutes nodig hebben voor eventueel toekomstige situaties. Nu misschien eentje om mee af te sluiten: de meeste mensen leven nu met de realiteit van COVID-19. Er, er is heel veel onzekerheid. Bij heel veel mensen analyse bijvoorbeeld stelt een mooie vrouw die zegt: ik zou mijn gevoel gedacht beschrijven als een klein bootje op een zee met hoge golven. De golven, angsten, fake news, entitled en tone deaf comments op social. Nieuws dat elke dag verandert. Het gaat goed, het gaat slecht. Ik ben gestopt met tv-nieuws, omdat ik er te veel stress en prikkels van kreeg. Hoe houd ik mijn bootje een beetje stabiel in deze zee van van alles? Wat kunnen mensen eigenlijk aanraden om toch op een bepaalde manier. Productief of goed met deze situatie om te gaan, ongeacht in welke beroeps- of leeftijdscategorie dat ze zich bevinden? Ja, het is een heel mooi beeld dat ze daar gebruikten. En uh, ik wil daar dan ook direct op, op, op verder gaan. Ik zou mensen willen aanraden om een kompas te bouwen. Als je een kompas vast hebt en je zit op een klein bootje, gebruik dan je eigen kompas in plaats van altijd maar te kijken naar buiten en te vertrouwen op de info van buitenaf. Kijk naar je eigen kompas. En dat is iets, denk ik, een opportuniteit, dat ik vind dat we nog veel te weinig hebben aangeboord, is de kracht die wij allemaal bezitten eh, om van daaruit een, zelf het kompas in handen te nemen en te kiezen welke richting wij uitgaan. Hè? Uh, wetende dat als je in een zee zit en het stormt, dat je soms ook wel beter recht op de golf gaat. Hè? Want als je de andere kant uitgaat, dan gaat de kopken onder. Hè? Dus, dus dat wil zeggen, binnen... De maatregelen, uw kompas gebruiken om zelf uw verhaal te schrijven. En dat is wel iets dat ik hoop dat heel veel mensen hebben geleerd. Om niet zozeer meer afhankelijk te zijn van de buitenwereld en van elke scheet die daarbuiten wordt gemaakt, maar ook eens te gaan kijken van wat kan ik en waar sta ik voor en wat wil ik eigenlijk in dit leven. En een eigen referentiekader maken en een soort van checklist om zo te kiezen wat wilt je nog opnemen van de buitenwereld. En dus. Aan de dame in kwestie, maar dus ook aan de rest, zo is een oproep om als je het gevoel hebt dat je in zo'n bootje ziet, ja, maak dan een kompas en zorg ervoor dat je dat kompas als uh, richting houdt en niet de info die door je strot wordt gerand van buitenaf. Maak je eigen kompas. Think outside of the box. It's maybe not what you signed up for, maar doet dan eens iets anders. En vooral, een negen blijft een negen. Dat onthouden we allemaal. Uh, professor Dr. Elke van Hoofd, heel hart bedankt om uh, langs te komen. Bedankt voor een zeer verhelderend gesprek. En uh, veel succes en een goede gezondheid nog. Hetzelfde. <laughs> bye bye. Daag. Professor Dr. Elke van Hoof. Eh, het is altijd wel eens verfrissend ...van met een echte expert te praten in plaats van met zo'n pseudo-expert zoals onszelf. Eh, hey, dat ja. je dan eens echt een antwoord van iemand krijgt waar je van denkt: alright, cool. Dat is een duidelijk antwoord. Niet lachen, niet lachen mee, uh, bro-science. Dat is ook waar, dat is ook waar. We zou de wereld zijn zonder bro-science? En dan hadden wij in ieder geval niks niet meer te vertellen. Of ik zal voor mezelf spreken. Ik dan toch in ieder geval niet. <laughs> Goed, um, nu komen we natuurlijk op het deel uh, van waar hebben we ons weer mee bezig gehouden van de week. I dread to think wat voor een documentaire we nu weer gaan krijgen. Andries, uh, stel me niet teleur. Ik ga je zeker niet teleurstellen. Uh, absoluut niet. Ik, kon, uh, ik had twee dingetjes eigenlijk voor, uh, voor deze week. Het eerste okay. is een beetje, heb ik niet afgekregen. Dus daar wil ik eigenlijk gewoon niet te lang over praten, maar wel misschien uh, iedereen aanraden om er ook aan te beginnen. En het is voor de ene keer, uh, en denk ik voor de eerste keer in deze run van uh, Skype corona uh, adviezen, de eerste keer dat ik een andere podcast aanraad. Hè, want... Maar kijk eens aan. Ik zou me nou kijk ik zou denken dat uh, we in onze ivoren podcast storen zitten en zo neerkijken op de rest, maar uh, we checken dus <laughs> zeker ook de concurrentie. Uh, hoewel dat dit <laughs> eigenlijk geen concurrentie is, want het is een internationale podcast. Huh? En ik heb nog een Eigenlijk denk ik nog maar 20% geluisterd. Het is een uh, achtdelige reeks en die heet Winds of Change. Oké. Okay. Ik, uh, ik voel hier al, ik weet niet waar, gefluit en Follow the Moskwa voorbij komen. Uh, waar gaat dit naartoe, Andries? Wel, je <laughs> zit er eigenlijk al los op. Uh, het is inderdaad genoemd naar het gelijknamige nummer van de Scorpions. And, mm -hmm. um... Ik, ik had het eigenlijk al een beetje meegekregen. Er is veel rond te doen. Het is een heel goed gemaakte podcast, vooral het duidelijkheid Het is ook een luisterspel bijna. Het is echt heel duidelijk gemonteerd. Spotify mm -hmm. is zelf mede-partner. Dus ja, kwalitatief is het uh, next level. Maar wat gaat mm -hmm. het eigenlijk over? Het, gaat eigenlijk, het wordt verteld door een, een journalist, uh, Patrick, die bij uh, de New Yorker Magazine schrijft. Uh, niet de eerste en beste. En die heeft zo'n vriend, Michael heet je gast... En dat is zo'n kerel, hoe uh, dat ook al beschreven wordt in de intro van de podcast. Hij zit bij hem thuis in een grote loft in Manhattan. Dus uh, je moet naar geen huizenmarkt Sherlock zullen om te weten dat we daar natuurlijk niet te maken hebben met de eerste, de beste. Mm -hmm. wordt zo'n beetje uitgelegd wie dat, dat is. Dat is zo'n gast, zo'n kerel, zo'n enorm succesvolle mid-veertiger die zo overal wel een hand. Uh, in de pap te brokken. Hij enorm veel volk. Kent. Ja, iemand een start up Zo Alles bij elkaar. Maar wel, voor zover ik hem al heb kunnen horen. Een heel aimabele gast. En hij, die Michael vertelt tegen de maker, hè, journalist Patrick. Over een verhaal dat hij gehoord heeft van een connectie van hem. die bij, uh, ja, die bij de Secret Service werkt. En dat gaat eigenlijk. En hier zal ik het gewoon vertellen. Waar gaat de podcast over? Het gaat over een verhaal waaruit zou blijken dat Winds of Change niet door de Scorpions is geschreven, maar door de CIA, om mede door de impact van dat nummer eigenlijk de val van de muur en het ijzeren gordijn op te rollen. Oké. Okay. Dat is, um, eigenlijk zo, dat is eigenlijk iemand dat dat kan claimen, samen met... Um, de Hasselhoff. Met, alle, weet je, Michael Knight, eh? David, David Hasselhoff, Hasselhoff, die missen I've been looking for freedom, ook claimt dat hem bijna eigenhandig eh, verantwoordelijk is voor de val van de muur. Nu, <laughs> uh, ik zit nog niet zo ver, maar ik ben al wel hooked, dus daarom dat ik het voor de een keer eens niet zeg uh, nadien... Mm -hmm. Ik wil er niet te veel niet meer over zeggen, maar ik wil toch eigenlijk een beetje al vertellen uh, waarom dat je toch moet luisteren. Dat is natuurlijk, uw lach is terecht. Mm -hmm. Come on! Hè? <laughs> maar natuurlijk, dat, is, dat weet je Patrick ook wel. Dus je begint eigenlijk ook al de podcast met dat te doen. En dan vertellen ze eigenlijk in de eerste afleveringen een beetje hoe dat het komt. Hè? Want ze beginnen eigenlijk met een simpele research en zeggen zo: ja, Het is duidelijk, hè? Klaus Meine, hè? de zanger van de, van de Scorpions. Mhm The Ja, er nog wat, ga je even weg? Ja, ja jij blijft ja, even hangen. Ja, okay. Dus de zanger, nee, nee, even de, de zanger van de Scorpions is degene die, uh, hey, die het zo gezicht geschreven heeft, enzovoort. Hij heeft ook, heeft ook massas interviews gegeven, Klaus Meine, uh, waarin dat hem eigenlijk mm -hmm. zegt. Ze zijn daar in 1989, hebben de Scorpions op een tweedaags festival gespeeld in Moskou. Het uh, uh, Moskou Music Peace Festival, een legendarisch moment, waar ook Motley Crew en Ozzy Osbourne speelden. En hij zegt eigenlijk dat hem toen geïnspireerd geraakt is in Moskou. Dit hem ik in massa's interviews ook in een tekst dat jij er net zei eigenlijk op de rivier in Gorky Park. Dat was gewoon, mm -hmm. hij was daar. Hij beschrijft er een beetje zijn, uh, zijn, zijn ervaring. Dus heel dat verhaal, ja, dat is geen verhaal meer. Dat is iets waar we met zijn opgegroeid. Dus het mm -hmm. feit dat hier een podcast over gemaakt is, waar iedereen zot over doet, ja, dat komt natuurlijk niet van nergens. En eigenlijk hangde al, al om de lippen, nou, dat, ze, dat hem eigenlijk beschrijft hoe dat ze gehoekt zijn geraakt, is dat die kerel, waar ze het gehoord hebben, die een ex-CIA-kerel, compleet in paniek is, omdat hem dat vooral in rood tegen die Michael verteld heeft. Maar eigenlijk, als hij erom wil beginnen, als journalist, onmiddellijk de deur dicht doet en zegt... Uh, Stop me maar de vraag. Ik wil daar niks meer uit de hebben. There's other stories I can tell you, but not this one. Oké, hey. yeah. een beetje. Hey. En dan beginnen ze eigenlijk stilkens aan met bijvoorbeeld ook hoe dat uh, Doctor Zhivago, hey, de beroemde film aan de hand van een boek, hmm. dat dat iets is dat verboden was door, uh, door het Russische regime en dat eigenlijk zo gezegd de agency ook extra kopie's heel laten drukken om dit in Rusland te doen. Dus ze beginnen heel stelselmatig. Beginnen ze eigenlijk ook te zeggen dat de CIA uh, onder andere dat dat begonnen is bij Eisenhower, dat je eigenlijk propaganda kan alleen maar werken als het niet obvious is. Dus dat er wel nee. al, En zo beginnen ze stilte zo op te bouwen uh, dat ze misschien toch wel. Uh, yeah, they're onto something. Uh, maar natuurlijk, ja. uw eerste reactie is natuurlijk. Ja, de CIA die in Langley songwriters hebben zitten om dat nummer te schrijven. Dus... Daar ben ik iets mee bezig. Ik, uh, <laughs> ik hoop tegen klinkt Het klinkt wel goed, week... ik, zou, ik zou het eigenlijk wel willen horen. Het is, het is, het is ja. interessant. De Russen goed, hebben ze dus intussen je... wel teruggepakt met Trump, eh? dus dat is ook ja. wel tof. Eh? They got Trump elected, dus misschien uh, is dat zo zo wat voor wat, hoort wat, voor het uh, nummer van de Scorpions. <laughs> het zou perfect kunnen. Maar in ieder geval, ik ben uh, volledig gefascineerd... Ik, uh, ik hou je op de hoogte. Het is perfect uh, te, ja, te zoeken op, op Spotify. Winds of Change, echt afleveringen denk ik. Ik ben er nog niet, maar ik ben gebeten. Dus uh, dat was eigenlijk een beetje de prelude van uh, wat ik deze week gezien heb. Wat ik wel gezien heb en helemaal gezien heb is uh, de laatste documentaire. Want ik vermoed dat we stilkes aan uh, richting uh, ja, post-lockdown gaan, Alex, niet? Mm -hmm. Stilkes aan, hè? Stilkes aan, aan, wel. Ja. Dus. De laatste dat op de lijst stond. is een documentaire. en een waar ik me rot mee heb geamuseerd. Ik heb niks bijgeleerd. maar ik heb me vooral geamuseerd. En dat is een documentaire uit 2012. en die heet The Final Member. Uh, een beetje ook aangeraden door een Bart van de Gremlins. En wat is The Final Member? Misschien kunnen we het weer raden. want daarnet had het, uh, had het, zat er los op met Winds of Change. Dus als je een gok mocht doen. De final member. Ja. Goh, geen, geen idee van. Is het uh, iemand van, uh, van een band of zo? Iemand dat in een band zit waar ze niet van verwacht hadden dat dat hem ging zijn? Uh, nee, ik weet het niet. Hier ben ik, nou, het... hier ben ik niet meer mee. Ja, hier is ze dus te ver gaan zoeken. Het gaat over de penis. Ah toch, ah damn it, your members was het in het Engels ook zo mooi ja, zeggen. Inderdaad. Ja, oké, ja, oké, okay. okay, cool. Het, maar ik dacht nee, zo gortig kon ik het niet maken, want dat zal het nou wel niet zin. Maar toch, oké, kijk hoe. De het laatste de... penis eigenlijk, uh, basically. Wel, het is zo. Dus is in Reykjavik is er een museum dat, dat bestaat echt. Ik denk zelfs dat het in, uh, ik geloof, ik heb verstraks gehoord dat het zelfs in een, in een aflevering van de Biker Boys of in de film van de Biker Boys zit. Het is een soort ja, het is in Reykjavik, uh, niet in Reykjavik, het is in, in IJsland hebben een uh, het phallological museum en dat bestaat dus echt en dat is een museum en dat stikt van ja, boven tot onder vol met penissen en dat wordt uitgebouwd door een soort ja uh, hoe zeg je dat man een IJslander die een Sigi heet leraar van beroep maar ook wel wat met boeken en zo bezig is een verzamelaar en die heeft letterlijk van elk beest de penis maar dat gaat dus echt van uh, soms prehistorische dingen van walvissen, haaien. Uh, bijvoorbeeld, hij heeft ook van een potvis uh, een penis. Als je waarmee zelfvertrouwen problemen zit, raad ik je aan om dat niet te bezien, want dat is, uh, <laughs> dat is een gigantisch ding. Er is zeker ook een scène in de film dat ze laten zien. Ja, dat komt in zo van die soort ja, plastieke tonnen, hè, die je, ja, ja, je kunt vergelijken met een paar biervaten qua omvang. Dat is dan die penis. Maar er zit bijvoorbeeld mm -hmm. ook de kleinste in, de penis van een hamster. He, we zijn dus aan een soort okay. vergrootlast voorgezet. De penis is twee uh, millimeter groot. Ik voel mij al beter, André. Ja, ik voel me <laughs> al beter. Je gaat je ook minder goed voelen, Seves, maar we beginnen hiermee. Maar mm -hmm. zoals de film, al, uh, de documentaire liever, al zegt: de final member, er is dus één specimen penis die ontbreekt. Ontbreekt. <laughs> en dat is dus de penis, en dat is gewoon in beeld gebracht, van de Homo sapiens. Oh, natuurlijk. Oftewel onszelf. Hè? De man is uh -huh. er in 1974 mee begonnen. Uh, is een beetje bij hem thuis wat begonnen, denk ik. De moeder, de vrouw, was dat beu. Dus in 1997 had hij dan toch zijn eigen apart museum kunnen bezoeken. Uh, de man is ook wel handig met hout. Dus ook een soort uh, ja, toeristische. Hij is handy met wood, yes, Really? Inderdaad. <laughs> dus de man mocht ook bijvoorbeeld houten labels: hè? Uh, Henk, uh, watch your Henk... back. Ja, ja. Poten ook zo iets gemaakt dat ook in de film naar boven komt, een soort mini bar in de vorm van een penis, dat je kunt open doen. Hey, het is, uh, zijn, zijn idee er een beetje achter is dat hij eigenlijk het taboe wilt doorbreken. En de documentaire gaat eigenlijk over die kwesten naar die mannelijke penis. Want de man zelf is niet, meer, is niet super jong, maar ook niet, meer zo, is niet zo oud. Hij is in de zestig, maar zegt ik heb ook niet de beste gezondheid. En dat is een van de doelen in mijn leven om de penis uh, te fixen. Uh -huh. um, dus dat is zo'n beetje het begin van de documentaire en dan komt er um, ja, hey, hij zegt ook een beetje waarom, hey, ze vragen hem dan ook van ja, maar hoe komt dat je dat nou nog altijd niet gehad hebt want dat is indrukwekkend wat daar staat hij zegt, ja, uh -huh. er zit natuurlijk een legaal ding iets, hey, een legaal uh -huh. iets aan je moet dat, hey, dat moet, je moet officieel een letter of donation geven plus, zegt hem ja, eh uh, ook als iemand begraven wordt zonder zijn, 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 zijn nieren of een lever of zo. Ja, je ziet dat niet. Maar zo iemand die begraven wordt zonder piemel, dat kan spot in hoon. Ja, we zijn alle twee venten. Eh, ja, ja. Het is toch niet hetzelfde als een, als een, als een, als een nier kwijt zijn. Hé. Ik moet nee. het niet uitleggen. Dus dan zijn we een nee. beetje in documentaire. En dan enter <laughs> Paul Arason En Paul Arason is een IJslander. Hij uh, is een, ja, ondertussen een 90-jarige. Een beetje een superberoemde IJslandenaar. Je gaat mm -hmm. in het begin ook niet echt goed door, het is eigenlijk een avonturier. Iemand die voor de eerste keer in ja, de jaren dan de IJslandse highlands heeft overwonnen. Maar vooral een womanizer. Ik probeer iemand te, te, te vergelijken waar we in Vlaanderen mee zouden kunnen, ja, kunnen doen. Maar ik ga ook niet mm -hmm. verder, want ja, het is eigenlijk iemand... Ja, een soort folklore figuur of zo, maar hij heeft uh -huh. enorm veel vrouwen gehad. Hé, er zit ook zo een klein beetje. Uh -huh. hé, de film is van 2012. dus Er zit ook een beetje zo wat politiek incorrectheid in, dat hem zegt: ja, hé, ook een boekje die hij vindt. De man is dus in de negen. Een boekje waar uh -huh. hem al zijn bedpartners in zit. Prost. <laughs> maar echt. Ja, heeft, Fantastisch. Het wordt echt een trip, ah. die een documentaire. Prostituees niet meegeteld, zit hem onder 300. Hij heeft ze allemaal gehad. Geel. Prostituees niet meegeteld, is ook wel tof ja. dat dat ook nog een aparte categorie is. Onverstelbaar. <laughs> hij zegt ook, ja, ik heb ze allemaal gehad. Gele, uh, blanke, zwarte. Maar dan ook zo, maar nooit Eskimo's. Hè, zo, alsof dat, dat uh, ja, het equivalent is van weet ik veel wat. Uh, heeft, heeft hem daar de lijn getrokken, of is hem daar gewoon nog niet geraakt? Uh, hoe zat dat daar eigenlijk mee? Lichaamstaalgewijs <laughs> denk ik dat dat een, een grote no-no is. Uh, yeah. ja. In ieder geval, en hij zegt op een bepaald moment van, goed, ik, ik, uh, wel ja, ik ben zo beroemd, die penis heeft eh, veldwerk verricht, dat is een beroemde penis <laughs> in een veel vrouwen. It has been places. Yeah, yeah. En hij, hij zegt van, ja, ik ga die geven aan u. Dus eigenlijk zitten halverwege de documentaire en er zit een soort. Alright, hier gaan we naartoe. Dan is er blijkbaar wel uh, een soort teel ding Dat blijkt, en dat is waar dus Sigi, de eigenaar van het museum, zegt: ja, Het moet wel vijf inch zijn. En vijf inch is, denk ik, 12,7 centimeter. Blijkbaar is dat de legale grootte dat een mannenpenis minstens moet hebben om in zijn museum te, uh, te kunnen hangen. Er wordt verder niet echt uitge, uitgewijd, maar er komt dan een van de. Ja, komen dan zo met wat van die folklore-dingen af. Van dat dat, als je eronder zit, dan zouden volgens bepaalde. Is het misschien Scandinavische of ja, weet ik veel, Noorse. Nee, Noorse kan ik niet, maar in ieder geval mythologieën. Zou dat een grond tot echtscheiding zijn als je niet aan die lengte komt? Dus niet, niet panikeren of zo, ik weet het ook niet, maar dat komt in de film. Ik ben al gelukkig, gelukkig niet meer een IJslandse getrouwd, dus ik lig daar al helemaal ja. niet van wakker, Andries. Ja, voilà. Toch niet, maar ik geef het moment, het is toch niet onbelangrijk. Uh, dus uh, ja, Paul Aronson... By the way, deze moet ik wel even vragen natuurlijk, omdat je deze aangeeft, maar heb je hem ooit zelf gemeten? Ah, wel, ik Heb dat nooit niet gedaan? Maar niet om er nu goed... Om niet, niet meer nu goed nee. uit te komen, want nee. eigenlijk vroeg ik me af, waarom heb ik dat nooit niet gedaan. Misschien moet ik dat gewoon civics doen. <laughs> Ik geef u een opdracht voor vanavond, Andries Bekkers. Uh, nee, vraag ik vraag het nog, mij ook af, en ik heb het me zelf me ook af. nooit gedaan. Dus ik zat mij ook al af te vragen, zou ik al voldoen aan museumlengte, of geraak ik daar eigenlijk niet in? Ik, ik zou het eigenlijk niet weten. Ja. Ik weet heel lang geleden Tune, hé, professor Guy bij ons te gast was, dan weet ik dat ik dat ook wel eens... Hé, want hij is expert op dat vlak, want hij heeft er boeken mm -hmm. over geschreven. Uh, en ik weet... Ik me nog herinner van dat beetje research toen, want dan word ik. Allee, uh, dat was vooral, Ga wordt toen vol on fire, weet ik wel dat, er, dat het, de, de, waar dat je het meet is belangrijk. Hè? Bedoel, je kunt dat echt ik zeg niet dat je ermee kunt trichen, maar als dat zo soms veel lijkt, dan is dat ook wel omdat ze dat echt bijna biologisch beginnen te meten van waar dat, dat in je schaambeen gaat. Maar als jij ja, ja, een bikke ja, ja, ja. als jij ja, ja. geen skinny motherfucker bent, maar je het een klein beetje... Bourgondische Bur isolatie of zo, dan, ja, okay, dan zit er al, ja. al rap een centimeter en, enzovoort. Oeh, oké, dan begint er al beter te zien, Andries. Ja, <laughs> voilà. Maar waarom was dit wel belangrijk? Omdat, en dat is wel wetenschap, hoe ouder dat je wordt, hoe kleiner dat het lid wordt. Oei, dat, dat, is, uh, dat does, not well. <laughs> does not bode well. does not bode well. We kunnen het natuurlijk altijd opsteken. steken. Dus, uh, maar ja. Paul Arasson is al in de 90, Dus je krijgt een soort spanningsveld van... Ja, uh, dat moet niet... Uh, ja, die mensen in de 90 en die begint ook paniek te krijgen, want die is zo één met het feit dat hij in dat museum gaat hangen. Ja, hij, hij voelt zich van... Ja, gaat hem wel groot genoeg zijn? Dus, er zijn nog een soort lokale dokters die dat dan... Ja, laten we even tussen acties zeggen. Heel die documentaire is één grote surrealistische gewichtigheid over uh, die quest, natuurlijk. En dan denkt hij van, oké, okay, ja, ik ben mee. En dan wordt het nog vreemder. Dan zijn we halverwege. En dan komt de tweede ja, kandidaat in het spel. En dat is een kerel en die neemt Tom Mitchell uit Amerika, Amerikaan. En uh, je moet geen psycholoog zijn, je moet geen doorgronder van blikken zijn, maar dat die is psycho as fuck. Je ziet die je praten <laughs> en die kerel is compleet gestoord. Okay. De man heeft, zegt zelf, heeft een enorm grote penis. Uh, mm -hmm. Tot zover ze ermee. En hij zegt van ja, die is zo fier op dat ding. Maar je ziet dat er echt wel, dat is een hele rare man, woont alleen. Maar ziet, het is geen marginaal of zo, hij heeft wel allez, een groot huis en middelen. Maar die is zo obsessief, door zijn eigen piemel. En het feit dat hij absoluut de allereerste wil zijn om in het Fallological Museum in Reykjavik te liggen, dat je daar heel ver voor gaat gaan. Die heeft dat, die heeft zijn piemel ook een naam gegeven en zal ook voor de rest van de documentaire hem aanspreken met die naam. En dat is Elmo. <lacht> <lacht> uh, hij is ook Oh my god! Ja, de man is ook door. mega patriotistisch... Oh. En die begint eigenlijk. En waar begint aan: Daar waar dat die IJslander zegt: als ik dood ben, mag ik het hebben. Zegt onze vriend Tom Mitchell: nee, 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 nee. Ik wil hem er nu al afdoen. Holy dus... shit. Ja, 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 Dus dat wordt heel raar. Dus je begint dat te mm -hmm. sturen en je begint te bellen. En in het begin is dat nog oké. Okay. En die SIGI is natuurlijk blij, want ja, hij krijgt dan een soort afdruk van die, van die, van die penis. Want ja, dat is dan om dan die 5 inch te komen. Allee, dan ondertussen hebben we scènes. gemist, ik ga niet alles vertellen. want dat afdrukken dat is ook nog een surrealistisch stuk op zijn eigen, maar in ieder geval die relatie wordt heel raar, want het is heel duidelijk dat hij een tom gestoord is. Om me nog een ander voorbeeld te geven en dat is wel belangrijk, hij zegt: ik, Elmo gaat een eigen carrière hebben. Elmo moet wereldberoemd worden, dat is dus zijn missie, en die laat ook de Amerikaanse vlag op zijn eigen eikel tatoeëren, want hij wil er een soort superheld van maken. Hij heeft ook plannen om er comicbooks mee te maken. Hij is dan ook met comicboek-tekenaars. Uh, uh, Elmo, the, the, the Adventures of, of Elmo, de Superhero Penis. Allee, die gast zit er te tekenen. Dat wordt zotter en zotter. Maar die Sigi begint dat ook wel wat gewaard te worden. Dat wordt stalking. En ja, hey, bijvoorbeeld, als ze hem niet rap genoeg antwoordt, dan stuurt die, die Tom stuurt dan letterlijk foto's van zijn, van zijn penis, verkleed als Abraham Lincoln, een viking, een ruimtevaarder. Dus... Je Sigi wordt er zat van. Hè? Die Op een zegt je Sigi ook: Hey, I'm, oh. only, I'm only the receiver. Ik heb hier een museum. Yeah. Moeten we zeven niet hebben? Dus je krijgt yeah. dan ook, uh, ja. Ondertussen is het bij die andere, die een oude man, is het een race tegen de tijd ontworpen. Die begint dan al nauw te denken dat je dat er kunt afhalen en dat we dat kunnen opvullen met vloeistof of dat dat wel kan. En ook die Assigi zelf, dus een eigenaar, wordt wat ouder en voelt zijn levenseinde wat nader en wil absoluut het museum afmaken. Ondertussen gaat die en tom naar een tom plastic chirurg, die eigenlijk een vrouw die niet wil opereren, want die zegt ja maar ik de eet van Hippocrates, ik mag geen gezond lichaamsdeel eraf halen. Mm -hmm. Die Tom komt dan af met een van het verhaal dat hem ooit seks heeft gehad, want hij heeft dus een enorm groot lid. En dat dat mm -hmm. dan uh, ja, met zware seks gebroken was. In ieder geval dat ze een urinelader niet werkt. Anyway, genoeg dat die vrouw, dus die vrouwelijke plastic chirurg, zijn penis onderzoekt. Ja, dan krijg je natuurlijk die geniale scène waarin dat je die vrouw ziet zien. En en hey, die gaan dan nou juist de Stars and Stripes op hun penis staan. Ay, <laughs> dat stopt niet. Je hebt <laughs> dan eigenlijk een frictie tussen Ziggy en, en Tom. Die bellen, Ay, dat is allemaal een gedoe geworden. En dan hey, de, voelde, dan wordt het donker. Het wordt bitter. En dan zijn we vijf maanden later. En uh, die appal is gestorven. Hey, die mm. mensen zijn 96. En je ziet aan de begrafenis en wat footage uit IJsland... En uh, ja, hey, dan denk je: Oké, okay, dat is het dan. En dan komt uiteindelijk ja, de moment suprême. Dat zie ik dan een kamer binnengaan met die bevriende oude dokters. En dat daar, en deze is geniaal, er staat zo'n groot ingepakt, ingepakte ton met zo van dat blauw papier. Het ziet er zo'n beetje uit: Ken je dat van die Quality Street Toffés. Ja, 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 ja. van, dat, van dat blinkend Engels blauw met zo'n veel te grote strik. Ja, en je weet natuurlijk wat daarin zit. Daar zit dus de penis van uh, Paul Arason in. En is mm -hmm. eigenlijk. Ja. Is dat het moment van de documentaire dat de kwestie geëindigd is? Ja. ja natuurlijk zitten ze nog met die Amerikaan, Ginder. Hè, die ondertussen hemel en aarde aan het bewegen is voor zijn penis. En dan kregen je eigenlijk een van de pijnlijkste momenten. Waarbij dat je Sigi moet bellen naar die een Tom. En zeggen dat er dus al een penis is. En dat is zo'n ongemakkelijk moment. Maar ja, je zit dan op zo'n surreëel moment. Ja, dat is zo surreel, want ja, uw mond valt heel de tijd open. Dat is precies alsof je ja, het te horen gekregen heeft. Dat weet ik veel wat, dat zijn familie is het gemoord. Of, dat is van die grootorde, die verslagenheid. Uh, ja. Maar dan, wel cool van een Tom, dan herpakt hem zich en zegt hem: ja, Ik ben niet meer de man van twee, drie jaar geleden. Ik kan, ik kan eraan, het is een zware teleurstelling, maar. Elmo heeft nog altijd kans om de beroemdste penis te worden. En ik ga gewoon nieuwe manieren zoeken om Elmo bekend te, te krijgen. En uh, dan is zo'n beetje een ja, eindgoed-algoed goed ding dat iedereen er een beetje normaal uitkomt. Het ding duurt een uur en twintig minuten. Ik heb me kapot gelachen. Maar het is, <laughs> is uh, surreal tot en met. Uh, ik weet niet of dat ik het erg moet vinden, of dat je medelijden moet hebben met mensen like die een Tom of, of niet. Ik weet één ding: als we, hey, ons groot idee is toch nog altijd om uh, IJsland te doen en om een trick te doen. Hm. Ik kan wel zeggen dat het voor mij een persoonlijke missie gaat worden om. Uh, dat museum, naar dat museum te, te, museum te, te gaan zoeken. Ja, Want... nu ben ik ook wel benieuwd, uh, Andries. Ik wil toch ook wel eens naar een museum vol penissen gaan kijken. Maar dat uh... wil ik <laughs> toch nog even zeggen. Uh, het, je krijgt ook alles te zien. Het is geen preutse film, dat is duidelijk. Zijn. Ik heb heel veel penissen gezien. Ik weet nu ook hoe dat een stierenpenis, een potvispenis, een hamsterpenis, een haaienpenis eruit ziet. Uh, er zitten rare exemplaren tussen. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen: een penis van een 96-jarige man die gestorven is. Ik denk niet dat de penis een van de mooiste dingen is dat Moeder Natuur gemaakt heeft. Hè? Ik mm -hmm. denk het niet zelfs. Uh, ik denk niet eens dat het in een top 100 staat. Maar laat het duidelijk zijn dat een 96-jarige penis het niet beter maakt. Want Jezus, dat was een lelijk ding dat daar in die pot zat rond te drijven. Maar uh, ik heb me wel uh, kapot geamuseerd. De final member uh, niet, uh, niet zo makkelijk te, te, te vinden. Maar uh, online wel via betaalsites. Mm -hmm. Oh, right. te gek. Zo, genoeg geluld. Nu uh, nonsens. <laughs> um, ik vond wel ene zin uh, heel sprekend tegen de juist gebruikte. Ik heb niks geleerd, maar ik heb mij rot gemuseerd. Dat zijn de woorden die ik op mijn graf gewoon laat bijtelen, denk ik. <laughs> Goed, uh, waar heb ik mij mee bezig gehouden, Andries? Ik ben natuurlijk... Uh, ja, voor een ene keer kon ik misschien wel moeten onderdoen aan uw, uh, aan, aan uw zottigheid deze keer. Want dat van mij is... Uh, ik heb na, vorige keer hebben we gepraat over actiehelden van de jaren tachtig. En dan begin ik zo aan beginnen nadenken van wie hadden we zo nog? En uh, er is zo één iemand die zo redelijk uh, twee cultfilms op zijn naam heeft staan. En uh, daar ga ik het uh, vandaag een beetje over hebben. Niet over de persoon, maar over de twee films. Maar ik moet het wel even inleiden met de persoon zelf. En dat is niemand minder dan Rowdy Roddy Piper. Oh! Uh, voor de mensen die geen idee hebben wie dat is: dat is een uh, toenmalig heel populaire worstelaar in de WWF. Was dat in de jaren. 80, en dat is er nou de WWE geworden. Hè. Dus dat is van dat show wrestling, hè, zoals het heet. Hè. Professional wrestling doen alsof je elkaar in de prak slaagt. Meestal verkleed met gechoreografeerde toestanden. En hij was natuurlijk, hij had Schotse roots, hè, naar het schijnt ergens in de verte, want hij kwam gewoon uit Canada. Zijn naam was eigenlijk hè, Roderick George Toomes, maar ze noemden hem wel Roddy. En uh, Rowdy Roddy Piper, dus Canadees worstelaar, uh, ja was ook een boxer, Golden Gloves kampioen zelfs geweest als hij jonger was, en een zwarte band judo. Dus het was zeker geen uh, een mens die er niks kon, absoluut niet. Maar ja, WWF staat vooral bekend als het uh, show-element en als Rowdy Roddy Piper kwam hem altijd in de ring uh, met doodelzakken en hij droeg ook altijd een kilt. En uh, misschien een klein beetje voor de MMA fans in de keten. Rowdy Ronda Rousey heeft haar naam, namelijk van Rowdy Roddy Piper. Ze heeft ook aan hem toestemming gevraagd om de naam te mogen gebruiken. En dat mocht ook. En later wanneer zij uh, is gaan vechten in de WWE, ik denk dat ze er misschien nog steeds zit. Ik heb eigenlijk geen idee. Ze is er toch in ja. ieder geval redelijk ver gekomen. En uh, die uh, heeft dus ook de beroemde intro's gemaakt in de ring met een kilt aan, met een leren vest, een rockersvest. En de Rowdy Roddy Piper shirt. Er stond dan gewoon Rowdy op, maar dat is dan voor haar ook eigenlijk. Zij is een beetje de vrouwelijke versie geworden van hem. Ze is uh, net zo schots als dat hij is. Dus <laughs> op zich uh, was dat al <laughs> allemaal hilarisch. Um, is ook uh, volgens vele, of volgens kenners van uh, heel die wrestlingwereld, maar daar mogen uh, luisteraars en kijkers mij uiteraard op aanspreken als dat niet waar is, maar dat is iets dat ik ook toch op zijn uh, uh, eigen uh, pagina gelezen heb. Hij staat eigenlijk bekend als een van de beste slechteriken of de uh, heel, zoals ze hem noemen. de bad guy in pro-wrestling. Dus hij was daar eigenlijk heel goed in. Hoewel dat de ook heel geliefd en heel populair was. Dus het was, het was wel uh, zeker... Het is ook een Hall of Famer. En hij is inmiddels overleden. Hij is 61 geworden. En op 31 juli 2015 is hem bezweken aan een, aan, aan een hartaanval. En hij heeft massa's films gemaakt en tv-programma's. Maar er is niet enorm veel bekend van. Maar hij heeft er wel twee... Een um, beetje cult hits opzitten. Uh, ene daarvan we waarschijnlijk al direct kennen. En die gaan ik als tweede gebruiken. Want dat is ook overduidelijk de beste van de twee films dat ik gezien heb. Maar dat is dus de niet interessant. Niet... De andere was Hell Comes to Frogtown, dames en heren. Um, film uit 1988. Heeft twee regisseurs. Uh, de eerste is Donald G. Jackson, die we kennen van Rollerblade Warriors, Lingerie, Kickboxer, Rollerblade 7, Max Hell, Frog Warrior en Roller Gator. Dus hij heeft iets met rollerblades en met uh, amfibieën en reptielen. Voor een of andere reden is dat een. een, een, een uh dat blijft terugkomen in al die mensen films. En de andere, wat eigenlijk nog zotter is: hè, want het heeft twee regisseurs. Die man heet RJ Kaiser. En dat is eigenlijk een geluidsman die heel veel dialoog-editing doet voor de grootste films die je je kunt voorstellen. Die heeft zelf maar drie films geregisseerd. Hè, en dat is Godzilla 1985, dat ik nooit gezien heb. ...en uh, een hele grappige film die het Death Ring heet... ...die vooral bekend is omdat daar allemaal mensen in komen... ...die zoon van of broer van iemand veel bekender zijn dus uh, de hoofdrollen zijn weggelegd voor Mike Norris, zoon van Chuck Norris, uh, Chad McQueen, zoon van Steve McQueen en Don Swayze, broer van Patrick Swayze. dus dat zijn eigenlijk een beetje de helden en de slechterik is Billy Drago. nu voor de mensen die uh, nog uh, weten wie dat is, vooral bekend voor zijn rol als Frank Nitti in The Untouchables. Ah, ja. Dus, um, die speelt eigenlijk de rechterhand van elke Capone, zo'n slechte hitman, die een wit Armani-pak draagt en uh, <laughs> nogal heel goed is in de heel evil uitzien. Dus die is de slechterik in die film. Dat zijn de twee regisseurs van de film. Um, het verhaal is, goh, ik ga proberen van het proberen uh, zo snel mogelijk samen te vatten. Dus na een wereldwijde nucleaire oorlog is ongeveer 68% van de mannelijke bevolking... Uitgeroeid, dus de vrouwen zijn min of meer aan de macht. Dus hip hip hoi voor de feministen. Zo ziet de wereld eruit als wij allemaal weg zijn. Van de overblijvende mannen zijn er nog maar heel weinig uh, die vruchtbaar zijn. Natuurlijk de held van het verhaal. En hier komen we dan. Roddy Piper speelt het figuur Sam Hell. Als in van de uitspraak. What in the Sam Hell is going on here? Ik denk dat dat gewoon de joke is. Geen idee. Maar die speelt dus een soort uh, Mad Max-achtige Scavenger of the Wasteland. Die er een beetje uitziet als Ozzy in de jaren 80. Je mm -hmm. neemt letterlijk een van de slechtste levensechte He-Man-kapsels dat je al ooit gezien hebt. Draagt zo'n vage haartrokkledij. En zou toch een beetje zo'n soort. Tough guy moeten zijn die je rondtrekt door die nucleaire apocalyps. Nu, wat blijkt, dat is uiteraard een ongelooflijk viriele man. Hè. Die is natuurlijk <laughs> nog wel vruchtbaar. En die wordt eigenlijk gevangen genomen door een groep vrouwen die de overheid eigenlijk zijn en die houd u vast hem gaan gebruiken. Om uh, nog vruchtbare vrouwen te gaan bevruchten. Dat is het idee. Nu, wat is er natuurlijk gebeurd? Er zijn ook niet meer zoveel vruchtbare vrouwen. En er zijn er een heel aantal die gevangen genomen zijn door een, een bende gemuteerde kikkers. Lees mensen in een kikkerpak. Ik zie <laughs> juist foto's ontzien. Ik wil nu, ik ik wil, ik wil nu even horen of dat het even erg is als het beweegt dan dat je het op foto's ziet. Het is, um, het is ja, misschien zelfs nog erger. Ik weet niet wat ik erbij moet zeggen. Het is niet altijd even slecht gedaan of zo, maar toch ook weer wel. Um, dus die, uh, de, de grote held van het verhaal, hè, onze goede oude Roddy Piper of Sam Hell, moet dus met twee uh, zeer mooie en schaars geklede vrouwen. Want dat is ook wel een thema in de film. De vrouwen die erin komen hebben heel dikwijls niet heel veel aan. En uh, de love interest is eigenlijk, die wordt gespeeld door actrice en danseres uh, Sandal Bergman, die we vooral, of die de nerds die hier naar luisteren, zullen kennen als Valeria in de film Conan the Barbarian, eh, met uh, de love interest van Conan of van Arnold Schwarzenegger in die film. En ook een andere film met Arnold Schwarzenegger en Brigitte Nielsen, Red Sonja, waarin dat ze de slechterik speelt, Queen Gadron. Dat zijn eigenlijk haar twee. Bekendste rollen. Het is, een, uh, het is uh, Zeker geen onaantrekkelijke vrouw, een heel mooi lichaam, want het is een danseres. En dat mag ze natuurlijk ook uh, te pas en te onpas uh, ten spreiden. Wat nog gezegd moet worden, is dat uh, het, uh, het zeer vruchtbare lied van Roddy Piper moet ook ten alle tijde beschermd worden, want je mag dat niet zomaar gebruiken. Dus de overheid, lees de vrouwen in het begin, doen die in een soort kuisheidsgordel aan, die dat hem zelf niet uitkrijgt. Er wordt van gezegd dat er een flap in zit als hem naar de wc moet gaan, maar daar krijgen we eigenlijk niet veel van te zien. Maar wat nog beter is, is als hem probeert weg te vluchten, wat hem uiteraard in het begin probeert, omdat hem denkt, ik kan hier wel weggeraken van die vrouwen. Um, Sandal Bergman, eh, die uh, het figuur Spangle speelt, zo heet ze daarin, geen idee waarom, um, die heeft twee oorbellen aan waarmee ze die je, je kuischheidsgordel kan activeren. Dus als die te ver wegloopt, dan <laughs> uh, drukt ze op een knop op haar oorbel en krijgt die, houd je vast, elektroshocks aan zijn uh, ballen. Dus God die je neer met, ja, toch wel het meest slecht geacteerd, dat je al ooit in je leven gezien hebt. En toch is het idee alleen al dat die iets aan heeft, dat ze een lid elektroshocks geeft. Dat leek voor mij toch ook een klein beetje pijnlijk toen ik er nog aan het kijken was. Blijkt daar ook nog een bom in dat ding te zitten, dus als hem ver genoeg weg is, dan wordt dat ding geactiveerd en ontploft eigenlijk die is een kuischheidsgordel. Dus hij moet in de buurt blijven. Dus hij moet nu dan die vrouwen gaan bevruchten, maar die moeten ze natuurlijk gaan redden van die vreselijke kikkers. En uh, dat uh, gaat dan gebeuren. Ze gaan dan naar dat wasteland-gedeelte, Frogtown, waar dat die allemaal bij elkaar zitten. Je komt dan in een bar terecht, waar dat een vrouwelijke kikker een soort striptease-dance staat te doen op mijn toog. Ja, het stopt niet. Um, ja, uiteindelijk, ik kan Google. Uh, ik kan googlen. Ik zou ja, trouwens echt, echt, echt. iedereen aandacht lezen ze. En mm -hmm. uh, dat je gewoon ondertussen Google opzet en gewoon af en toe nog die afbeeldingen ziet. Dan weten eigenlijk, dan is de nuttig van <laughs> alles nog beter. Dus eh. Uh, je gaat dus een dans in, want uiteraard Sandal Bergman is een danseres en ze had wel in haar contract gezet. Ze moest hem normaal naakt doen, maar ze had er eigenlijk in gezet. Ik heb daar geen zin in, want dat had ze in het verleden al een beetje te veel moeten doen en ze vond dat niet meer tof. Dus ze doet het zowat half aangekleed, maar ze doet dus op een bepaald moment in de meest surrealistische scène in de film een soort geilen dans voor de kikkerkoning King. Toady, zoals hij heet. En uh, je ziet dus eigenlijk een vrouw die dat dan zo'n moderne dans aan het doen is, en een gast in een kikkerpak met een hele rare plastieke kop. Die je wat geile geluiden maakt. Het is, is, is onwaarschijnlijk. Ik bleef er nog kijken met, met open mond. En omdat we toch over penissen bezig zijn, de dans wordt The Dance of the Three Serpents genoemd. En wat zijn de Three Serpents? Klaarblijkelijk heeft King Toadie drie penissen. Het zou nog iets zijn voor het museum van onze vriend. Maar die heeft er dus letterlijk drie. Je krijgt ze wel niet te zien. Jammer maar, helaas, want ik had graag drie plastieke penissen gezien. Die krijg je niet te zien. Maar uh, um, het uh, Spangle-figuur ontsnapt door, jawel, drie keer in zijn kruis te trappen. Om duidelijk te maken dat ze ze allemaal heeft geraakt. Uh, nou, uiteindelijk vluchten ze weg. Hè, en. Um en, en eindgoed, algoed. Zij wordt natuurlijk ook verliefd op het hoofdfiguur. Het komt allemaal heel goed. Het was natuurlijk de bedoeling dat dat een franchise ging worden. Er is een vervolg opgekomen. Frogtown 2 heette je. Waarin uh, geen één van de acteurs uit de eerste film is teruggekomen. Dus uh, Spangle wordt gespeeld door iemand anders. Het hoofdfiguur, Sam Hell, wordt trouwens gespeeld door acteur Robert Zadar. Nu, ik weet niet of je die kent, of u nog herinnert wie dat dat is. Maar die is vooral bekend uh, als, uh, in zijn, voor zijn rol in uh, Maniac Cop 1, 2 en 3. En die zit ook in Tango Cash als een van de slechte ah. gevangenen waar ze mee vastzitten. Het is een man die vooral bekend is. Als je misschien googelt, ga je dat dan meteen zien. Voor een onderkaak waar jij oh. u tegen kunt zeggen, Andries. Jij kunt altijd zeggen: Ik heb een stevige onderkin. Dat kan ik beamen. Maar dat is amateurwerk in vergelijking met die event. Die mensen hebben ook wel een lichte. Dat is wat. Steven, dat is een afwijking Steven ja. Seagal die een elefantiasis heeft zo ja die, die heet eigenlijk dat heet uh, het heet, het heet cherubism of zoiets. het is dus een afwijking van een bo bovennatuurlijke groei van uw onderkaak dus daar had hij maar daar maakte natuurlijk dat dat een heel opvallend figuur was die ook wel zo wel een bodybuilder was dus een redelijk brede grote vent en die speelt eigenlijk Sam Hell in het vervolg maar dus uh, die franchise is er nooit gekomen, uh, waarom kan ik mij niet inbeelden? <laughs> um, het is ook een film. Uh, ik zal zo zeggen, de opening scene is misschien een van de grappigste dingen dat ik al ooit in mijn leven heb gezien. Je krijgt een vrouwelijke voice-over, en die zegt, in the latter days of the 20th century, there arose a difference of opinion. En het volgende beeld dat je ziet is een atoomexplosie. <laughs> Dus laten we eerlijk zijn, dat soort humor moest ik al heel hard mee lachen. Nu, de vraag is natuurlijk, is dat een goede film? Het antwoord is heel duidelijk: nee, dat is geen goede film. En jammer, maar helaas valt hem ook niet onder de categorie eh, zo slecht dat hem goed wordt. Het probleem is, eh, ik denk dat we het alle twee het altijd over eens zijn, Andries: iets mag slecht geacteerd zijn, iets mag er slecht uitzien, iets mag. Uh, Erbarmelijk zijn qua alle vormen van kwaliteit, maar wat het niet mag zijn, is saai. Ja, ja, ja. En een heel groot deel van de film is dat saai. En dat is eigenlijk heel jammer, want hè, de, 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 de mogelijkheden voor een onwaarschijnlijke B-film zijn zo groot. En dat is het natuurlijk ook, maar het is een klein beetje spijtig. Het viel mij wat tegen dat het niet de kwaliteit had van een aantal. Uh, Trauma-films bijvoorbeeld, als je het dan hebt over dingen als uh, The Toxic Avenger, of Class of Nukem High, of Trauma's War, of Tromeo and Juliet, noem het allemaal maar op. Dat zijn ook heel slecht gemaakte, slecht geacteerde films, maar die zijn enorm entertaining en die vervelen voor geen minuut. En dat is dus niet het geval met Hell Comes to Frogtown. Nu, de tweede film dat ik gezien heb, uh, ook met Rowdy Roddy Piper in de hoofdrol, komt ook uit hetzelfde jaar, 1980. Maar ik even... Yes. Uh, ja. Welke film heb je de eerst gezien? Um, wel, degene die ik nu ga bespreken, heb ik jaren geleden al gezien. Deze had ik nog nooit gezien, Hell Comes to Frogtown. Maar ik herinner me nog wel van in de videotheek. Ik weet dat die nee, er nee, stond. Nee, maar ik wil gewoon zeggen, ik wil zeggen, stel dat je deze als eerste gezien had, dat je dan mm -hmm. überhaupt nog zin had om een soortgelijk iets te zien. Dat was ik, ik heb eigenlijk... me erdoor geworsteld, ah, ja. Andries. Nou, het het goede is natuurlijk, on, uh, films uit de jaren 80 die duurden 90 minuten maximum. Dus het goede daaraan is met drie uur heb je twee films gezien. In plaats van in deze moderne tijden, meestal één film. En als het al een beetje uh, meer te vertellen heeft, duurt het vaak zelfs nog langer. Dus um, dat was het goede daaraan. Nu, zien zijn alle twee uit 1988 de tweede film de kennen. Die hebben ze misschien ook gezien. En Die heet They Live. Ja, ja. ja. Wat verreweg zijn, zijn, inderdaad zijn populairste en bekendste film is. Um, geregisseerd door John Carpenter. Natuurlijk, fantastische regisseur die we kennen van uh, Escape from New York. The Thing, Big Trouble in Little China. Eh, een van uw all-time favorite movies. Um, Halloween, Assault on Precinct 13. Allez, noem maar op. Die mens heeft wel uh, Ghosts of Mars. Die heeft heel veel coole films gemaakt. Um, zoals gewoonlijk heeft John Carpenter ook zelf de soundtrack van die film gecomponeerd. Hij heeft trouwens, uh, heel grappig, maar heeft meer soundtracks voor. Voorzien voor films en reeksen, dan dat hem films heeft geregisseerd. Dat is ook wel heel grappig. En Tour trouwens ook uh, met zijn zone in een band waarin dat hem nummers speelt van, zijn, uh, van, van heel zijn oeuvre, van zijn soundtrack-oeuvre. Stof vooral bekend voor. Uh, ...ja, een beetje aan de basis te staan... ...van die hele synthwave-beweging... ...die zo heel populair geweest is... Hè. ...een van de grootste exponenten daarvan... ...voor de mensen die onze Welcome... Hè, de, ...onze Calling from the Underground... ...al wel eens volgen zo ...Carpenter Brut... ...een Franse synthwave-band... ...eigenlijk genoemd naar John Carpenter... ...dus uh, ook hier heb je weer zo'n soort... Uh, ...synth-achtige uh, soundtrack... ...heel veel met bas ook... ...zo'n heel, heel raar moody filmpje... Um, speelt zich dus af. Um, goh, het wordt niet gezegd of dat het in een toekomst is of zo. Hoewel het er een redelijk dystopische film uitziet. Hey, Roddy Piper speelt een figuur die eigenlijk nooit een naam krijgt in de, in de film. Maar in de aftiteling wordt hij een Nada genoemd. Waar we allemaal weten dat Spaans is voor uh, niks. <laughs> um, en dat is uh, heel duidelijk dat, die, uh, dat die, uh, ja, die, is eigenlijk, die film is geïnspireerd op, op, een, op een kort verhaal. Ja, dat heet 8 o'clock in the morning. En het hoofdfiguur daarvan. Heet eigenlijk Nada. Dus klaarblijkelijk is dat wel een verwijzing naar dat kort verhaal. Een, een, een kort verhaal van Ray Faraday Nelson, zo heet het. Nu, wat is de, de premisse ervan? Roddy Piper, en dat is al redelijk origineel voor een film, speelt eigenlijk een soort dakloze zwerver. Wat al niet vaak de keuze is voor een held van een film, tenzij dat we naar Hobo with a Shotgun gaan. Maar het is inderdaad al. Lang geleden dat we dag gezien hebben in de hoofdrol. Een soort zwerver op zoek naar werk. Op een bepaald moment eh, komt hij terecht op een soort eh, ja, terrein waar allemaal dakloze mensen leven. Daar woont hij ook even tijdelijk. En aan een kerk aan de overkant merkt hij dat er van alles aan de gang is. Hij gaat daar naar binnen, hij vindt daar een doos met zonnebrillen. En als hij die een opzet merkt hem dat hem eigenlijk de aarde kan zien zoals ze nog niet gezien is ervoor, namelijk dat wij gekoloniseerd zijn door aliens, um, dat alle borden, een reclameborden en plakaten, noem het maar allemaal op, van eten tot auto's of zo, dat het eigenlijk gewoon allemaal woorden zijn, woorden als obey, consume, sleep. Wat ook heel grappig is, is dat geld, als iemand met geld betaalt en hij zet zijn zonnebril op, is dat gewoon een papier waarop staat: This is your God. Dus uh, het is heel duidelijk dat er ineens ziet hem ook dat tussen bepaalde mensen er dus aliens rondlopen. Mensen die als hij de zonnebril afziet, eruit zien als normale mensen. Maar als hij ze opzet, ziet hem dat dat aliens zijn. Dus hij gaat natuurlijk daartegen in opstand komen en zijn eigen daartegen verzetten. Um, een van de meest legendarische zinnen die hem uitspreekt in de film is: I came here to chew bubblegum and kick ass, and I'm all out of bubblegum. <laughs> een line die hem naar het schijnt zelf heeft geïmproviseerd. En John Carpenter zo leuk vond dat hij hem zei, die laten we er zeker in. Want het was eigenlijk een zinnetje dat hij hem zelf gebruikte als worstelaar en dat hij hem wel eens leuk vond om te zeggen. Maar dat is door die film zo populair geworden dat het ook als uh, door worstelaar Rowdy Roddy Piper een van zijn slagzinnen werd. Ehm... Um nog een andere acteur die erin meespeelt, die eigenlijk zijn, zijn sidekick of zijn vriend speelt, die heet Frank, wordt gespeeld door Keith David. Dat is een hele bekende stemacteur eigenlijk. Die heeft enorm veel. En een zwarte man met een hele, hele mooie stem, die enorm veel tekenfilms doet. Um, maar die heeft ook rollen gespeeld in The Thing, die heeft meegespeeld in Platoon. Dat is zeker een acteur die je kent. Ook een van de films die wij vroeger ooit gezien hebben: Men at Work. Ik weet niet of oh, je die film nog herinnert. Zware met, fan. Emi met Emilio Estevez. Heb, en zijn uh, en, ja, en, en broer en Charlie die... Sheen, dat twee broers. Ja, dat is zeker uh, dat is zo. Ik weet dat ik toen uh, een week nadien een soort klasgenotenboek. Boekjes, ben uh -huh. jij daar te oud voor? Je nee, nog? Nee, 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 mijn klasgenoten, ja. ik ken dat nog, ja, zeker. Ja. zo weet... oud ben ik ook niet, ja. <laughs> ja Maar ik weet dat ik toen, uh -huh. toen ik die film gezien had op mijn negen of zo, of ik weet niet wat ik was, dat ik toen wel altijd wat wil je later worden, dat er dan wel geregeld Vuilnisman bij stond. Want uh -huh. als je die twee in je film ziet, dat is dat hè? Coolste job aller tijden, zo lijkt het. Ja. Nier, je wist op een bepaald clap. moment dat de twee figuren. Ja, inderdaad, de golf clap, zoals ze mm. het noemden. Sorry. Kost, sorry. Uh, de golf clap. Ja. Dat zit er inderdaad in. En ook het feit dat ze uh, dus het zo hard uithangen met twee in die film, dat ze ineens een begeleider krijgen. En dat zo'n soort gestoorde Vietnam-veteraan. En die wordt dus ook gespeeld ja. door Keith David. Die het een onsterfelijke zin uitspreekt in die film wanneer ze een vuilbak opendoen en er ligt een lijk in, zegt je, look at that. Someone threw away a perfectly good white boy. Ja. Dus, eh, uh, onwaarschijnlijke figuur. Nu, die speelt eigenlijk zijn een beste maat, hè, of zijn, zijn, een, zijn, een, allez, iemand dat hem leert kennen in het begin van de film, maar waar dat hem mee bevriend wordt. Maar hij wil uh, hij eerst, hij wil hij eigenlijk overtuigen uh, van die zonnebril op te zetten, maar dat wil hij eigenlijk niet geloven. Hè, want dan zijn ze nog een klein beetje niet helemaal bevriend. Ze zitten nog in dat beginfase van de vriendschap. En eh, uh, Um, Roddy Piper zegt, zet je zonnebril op. En hij zegt, nee, ik doe dat niet. Waarop dat Roddy Piper probeert om die een bril op te zetten. En Keith David slaagt die even voor op zijn neus. Dat wordt be het begin van een van de langste vuistgevechten dat je ooit in de film <laughs> gezien hebt. En dan heb ik het natuurlijk niet over gevechtsportfilms en Kung Fu-films die voor 90% bestaan uit uh, gevechtscènes, Maar dan heb ik het over een gewone actiefilm, waar een vechtscène in zat tussen die twee, die normaal gezien houdt u vast 20, minuten, uh, 20 seconden had moeten duren. En die duurt 5 minuten en 20 seconden. Oh. En dat komt omdat eigenlijk Rowdy, Roddy Piper en Keith David beslist hadden, we gonden ervoor. We gaan alleen niet op het gezicht kloppen, maar voor de rest op het lijf, mekaar op de grond gooien, duwen, trekken, sleuren. Het is ook het meest onelegante gevecht dat je kunt voorstellen. Het ziet er eigenlijk uit als twee gasten die echt mekaar in de prak aan het slagen zijn, en dat duurt vijf minuten. Er zijn ook vooral drie momenten dat je denkt dat het gedaan is en dan begin het terug opnieuw. <laughs> dus het wordt gewoon hilarisch, omwille van hoe lang dat het duurt. En uh, dat, dat is zo een van de scènes dat mij altijd is bijgebleven uit die film. Want zelfs toen zat ik er nog te kijken en dachten, Jesus Christ, deze duurt lang. Maar dat was dus. Uh, Carpenter vond het zo'n leuk idee dat ze elkaar maar bleven aanvallen. Dat hem dacht, je, ik, kom er, ik kom erbij, ik kom er inhouden. Uh, nu, de film heeft uh, een aantal uh, dingen dat het, uh, ja, dat het eigenlijk redelijk actueel maakt. Hè. Ook het. Uh Commentaar op, uh, ja, op onze consumentenmaatschappij, waar je meer en meer over hoort, natuurlijk. Ook zeker in deze COVID-19-tijden. Uh, de, de kloof tussen arm en rijk, waar ook weer eh, buiten de rassenkwestie in Amerika, maar ook over heel de wereld. een hele grote zaak is. Hè. Er wordt terug heel veel over gezegd: ongelijkheid, vooral sociale ongelijkheid. En het feit dat die aliens uh, eigenlijk uh, rijke mensen aan hun kant hebben door die te belonen met rijkdom. Dus dat je eigenlijk mensen hebt die hun eigen soort verraden, zal ik maar zeggen, voor een beter leven. Ja, zo zit er ook een personage in die in het begin ook dakloos is, maar op het einde een heel chic kostuum aan heeft en gewoon zegt van hey, wat God. doen? Het is beter nu dan dat het ervoor was. Dus je voelt dat daar zeker een heel duidelijke commentaar over de consumptiemaatschappij aan hangt. Nu, wat ook nog wel moet gezegd worden, want dat is iets waar John Carpenter heel slecht gezind over geworden is. Dat is namelijk dat die film een tijd opgeëist is door neonazi's die claimden dat de aliens een allegorie waren voor de Joden. Dus die zagen dat als Joden die de wereld controleren en dat is daar een kritiek op. Um, ja, Carpenter is niet alleen, heeft, die, die heeft dat niet alleen ontkend, die is daar razend kwaad op geworden en zeer begrijpelijk. Omdat hij zegt dat is overduidelijk een kritiek op uit de hand gelopen kapitalisme. Dat gaat absoluut niet over de joden, dus haal het niet in uw hoofd. Maar het is zo een van die dingen, zoals je soms kunt zeggen, als je, uh, hoe zeg je dat A bad rumor, dat altijd maar blijft terugkomen. Dat voelt van dat blijft er soms wat aan plakken, ook al is dat iets dat hij absoluut niet wou. Dus ik zal in deze podcast dan toch nog maar eens duidelijk maken dat dat de message is dat je in die film wilt zien. Dat is absoluut niet wat John Carpenter ermee bedoelde. Wat grappig is, is dat die film nummer 1 was in de United States toen die uitkwam. Wat ik ook niet wist. Ik dacht altijd dat dat een goeie straight-to-video film was. Maar dat blijkt dus inderdaad wel een box-office succes te zijn geweest. En was ook een andere film die in 1988 uitkwam die een soortgelijk thema had van aliens die al op de aarde rondlopen. Ook een hele coole film Alien Nation. Dus het was eigenlijk al een klein beetje een soort uh, ja, film van zijn tijd of zo voor een of andere reden. Daar leefde wel even het idee van de aliens zijn hier en ze leven eigenlijk uh, tussen ons. Misschien nog een paar kleine dingen dat, we er nog over kunnen, dat ik er nog over kan vertellen. Alle aliens in de film, zowel mannen als vrouwen, worden gespeeld door één persoon. Uh, de legendarische stuntcoördinator Jeff Imada die je al heel vaak op aftitelingen hebt zien staan als het over kunst en uh, als het over uh, stunts aankomt ja, kunst, uh, quote, ook goed kunst, kunst was ook goed geweest maar het zijn stunts hoewel dat stunts ook een kunst zijn denk ik <laughs> ik weet het niet ik durf me er niet over uit te spreken Andries. maar die kende dus uh, als een legendarische stuntman en stuntcoördinator is een mega gevechtsporter en je uh, moest dus ook de vrouwen spelen in de film. De reden waarom dat hij alle aliens speelt. is omdat ze klaarblijkelijk. Uh, niet zoveel alienpakken hadden. en die waren nogal klein. En omdat hij Aziatisch is en redelijk klein. en tenger van gestalte. paste die erin. Dus als je ook de vrouwen ziet als alien. als die rondlopen of die zijn er dat is allemaal Jeff Imada. En de quote van Rowdy Roddy Piper is. Hij moest ook pumps dragen, maar zijn quote was... If you have 15 black belts, you can wear pumps. Zo, kwestie van... Dan kunnen ze u niks maken als je rondloopt <laughs> in hoge hakken. De communicatietoestellen trouwens van de aliens... Als die met elkaar praten, die hebben zo'n klein machientje vast... Met lichtjes aan en dat heeft vleugeltjes die openklappen. Als ik dat vertel, dan denken mensen meteen aan Ghostbusters. Die, hè, dat, dat toestelletje, dat kan voelen... Of er uh, ectoplasm in de buurt is. Hè, de PKE-meter of zoiets, dat het, zoals het heet. Uh, ja, dat is dus inderdaad hetzelfde toestel als dat van in Ghostbusters. Viel mij trouwens deze keer op, was mij ervoor nooit opgevallen. Um, ook heel grappig is dat er op een bepaald moment... Um, helemaal op het einde van de film eh, wordt er natuurlijk eh, de mensen kunnen de aliens niet zien, omdat die een soort stoorzender hebben die ervoor zorgen dat de mensheid niet kan zien dat die rondlopen. Ze gaan die stoorzender uiteraard uitschakelen en op het einde lukt dat. Je ziet dan ook een alien ineens op TV die in een talkshow zit waar je van kunt zien dat het een alien is, die ineens begint te klagen dat er te veel seks en geweld in films zit en die je zegt op een bepaald moment zelfs dat regisseurs. Als George A. Romero en John Carpenter zich beter kunnen inhouden met al hun geweld. Het is ook wel grappig dat er zo'n kleine knipoog naar zichzelf zit. En uiteraard de legendarische regisseur van Night of the Living Dead en een hele hoop andere zombiefilms. Um, misschien nog één klein dingetje: ook, de, uh, vrouwelijke, uh, uh, de vrouwelijke personage dat erin komt is niet echt de love interest, maar lijkt erop dat ze het gaat worden. Um, is Meg Foster. En uh, die kennen we als Evelyn in Masters of the Universe. Ik Denk dat dat misschien naar een andere een hele bekende rol is. Heeft nog in veel andere films gezeten. Dus ik denk die Emerald Forest dat die ook in ziet. Uh, die heeft ook in uh, een Rutger Hauer film gez gezeten, Blind Fury. Um, is vooral bekend voor haar enorm lichte ogen. Lijkt alsof dat ze contactlenzen in heeft, maar dat zijn dus die haar echte ogen. Het is heel freaky om naar te kijken. Je daar soms een... Ze ziet er soms meer alien uit dan de aliens eigenlijk die erin rondlopen. Um, het einde van de film is natuurlijk... Eh, ja, ik geef het al een beetje weg, spoiler alert. Maar ja, hij is van 1988, dus ik ga ervan uit dat sommige mensen hem al gezien hebben. Ehm... Um, het einde van de film is eigenlijk ook heel grappig. Namelijk, hè, het, het, het toestel dat de bestraling uitstuurt wordt uitgeschakeld. De mensen kunnen de aliens zien voor wat ze zijn. En het eindigt, oh jaren tachtig, wat waren jullie toch geweldig? Niet alleen kwam er altijd een blote mannenkont in, maar er moesten er ook altijd uh, vrouwenborsten in zitten. Iets dat we nu ook niet veel meer in films zien, maar in de jaren tachtig in elke actiefilm te pas en te onpas erin verwerkt werd, of het nu nodig was of niet. En deze film eindigt eigenlijk met dat je een uh, halfnaakte vrouw ziet rijden op een man. Je kijkt ineens naar beneden en je ziet dat dat een alien is. En die alien zegt: Hey baby, what's wrong? En dan eindigt de film. <laughs> <laughs> dus er wordt eigenlijk ook niet gezegd hoe het verder afloopt. Wat er allemaal gaat gebeuren. Maar je krijgt eigenlijk een soort, uh, ja, een soort parabel over um, aliens die ons eigenlijk een beetje ja, zo. Zeggen dat die de kloof tussen arm en rijk heel groot maken, die ons allemaal in slaap wiegen, terwijl dat de, de, de mensen armer en armer worden, en die aantal rijken die hun ziel verkopen, worden dan groter en rijker en populairder. Een film die dus op een of andere manier toch ook weer iets heel actueel heeft, als je er nu naar ziet kijken, en ook wel een beetje goede conspiracy theories. Dus uh, ja, dat waren mijn twee films. Hè? Dus They Live en Hell Comes to Frogtown. They Live kan ik wel aanraden. Blijft best nog altijd een goede film. Hell Comes to Frogtown. Ja, als je het uw eigen wil doen, dan mogen dat van mij. Maar het hoeft helemaal niet. <laughs> ja, ik heb wel eens gewoon uh, lijstje gemaakt van dingen waaruit de podcast beter was dan de film. Dus uh... <laughs> ik doe mijn best. Ik doe mijn ja, best. Ja. Ik weet dat jij altijd af gaat komen met een hele zotte documentaire, dus dan denk ik, wat voor crap kan ik hier gaan bekijken, zodat jullie het niet hoeven te doen. Um, take one for it. the team. Sorry, wat was Ja, inderdaad. Ik zeg take one for the team. Uh. Inderdaad. Taking several for the team in deze voorbije weken, moeten we wel zeggen. In ieder geval, dat uh, was het weer voor ons uh, voor deze week in ieder geval heel hart bedankt om professor Dr. Elke van Hoof om af te komen en ons in te lichten over hoe het er psychologisch aan toe gaat en zal gaan in deze uh, COVID- en post-COVID-19 tijden. Um, we vergeten ook niet de Final Member and Winds of Change. En natuurlijk uh, vergeten we best Hell Comes to Frogtown, maar is Day Live nog altijd wel de moeite om naar te kijken. Ik denk dat we het op onze graven allemaal mogen bijtelen, Andries. We hebben niks geleerd, maar we hebben ons hier keigoed gemuseerd. Ja. <laughs> dat was het voor ons voor deze week. Volgende week zijn we er weer terug, when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome. Aa, ik aan alleen voor de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste naar de feest. Libben op Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.